XNO's, de NBA podcast van Friends of Sports. Vrienden van XNO's, de finalisten van het eerste in-season tournament in de NBA. Die zijn bekend. En als u dit luistert, dan kent u misschien ook al de eerste winnaar ooit. Daar gaan we het in de volgende aflevering uitgebreid over hebben. Maar vandaag is een speciale. Want vandaag is er heel speciaal bezoek. Het wordt een aflevering Spect met een sappig en mooi Antwerps accent. Met veel branie en veel verhalen. Uh, ik heb al lang gezegd dat ik hem ooit in deze podcast wilde. En het is eindelijk gelukt. Het is niet zomaar bezoek. Het is keizerlijk bezoek. Want de keizer is hier, Willy Steveniers. Welkom. Dank u, uh, Heel blij dat je hier het bent. Het weer tijd, hè? Het werd hoog tijd. Uh, u wordt over vier dagen 85 jaar. 85 jaar. Um, dus nu al proficiat? Ja, denk ik. En ik ga het u meteen zeggen. Ik denk dat ik nog nooit zo'n fitte tachtiger heb gezien als jij. Ja, ik denk uh, dat ik heel veel geluk heb. Van de andere spreken, ik neem Je moet alleen geluk hebben. Op een zeker moment moet het kunnen. En je moet ook van de ouders de genen krijgen. Maar ik heb heel veel geluk in het leven. En hoe voelt u zich eigenlijk? Ja, ik voel me 65, 60. We gaan niet zeggen 25, want dan zeggen zij, is nog even zat dan vroeger. <laughs> ben je nog even zat als vroeger? Ja. <laughs> ik zijn, nee, ik ben zoals jij Jij ja, bent ook zo mijn grote liefde. En, uh, en ja, als ik maar denk, is het alleen over basket. Ja, want um, voor mij en voor heel veel mensen die het basketbal al langer volgen is en is Willy Steveniers, ja, staat het synoniem aan basketbal. Dat is zo, maar uh, er is misschien ook een hele generatie die niet goed weet wie Willy Steveniers is of waar die voor staat. Als jij jezelf zou moeten beschrijven voor mensen die niet weten wie jij bent en wat jij gedaan hebt, hoe zou je dat doen? Wel, in één woord... Uh, ik zal zeker en vast mijn medemaats en ook andere goede spelers niet benadelen. Maar voor één woord, bij mij zijn dat resultaten die niemand niet heeft. Uh, het gaat niet over de beste Belg, het gaat niet over de beste shotter. het gaat over niet de beste speler. Het gaat alleen over, ik ben gekozen geweest in Joegoslavië in 1972 als beste Europese speler. Dat wil niet zeggen, want de Joegoslaven waren de beste basketters. Dat is voor mij de grootste eer en het verschil tussen andere mensen. Wat voor basketballer was jij? Beschrijf jezelf eens als speler. Een negotriper, zeker en vast stond heel goed met mijn eigen. Ik geloof dan alleen in mezelf. Uncoachable, uh, technisch ongelooflijk begaafd van die periode. Een krachtige atleet, snelheid onbeperkt uh, en instelling was niet zo goed. Al wat ondertucht was, was Willy Stevens geen goede speler. Waarom was je uncoachable? Omdat een, een genie is. Excuseer me het woord dat ik dat gebruik. Want ik sta nog altijd even goed met mezelf. <laughs> een genie. Dat wordt ieder 50 jaar geboren. En ik was dat. Ik spreek altijd in Europa. En uh, ja. Waarom zou ik niet denken. Dat ik alles mag. Of waarom zou ik niet denken. Dat ik de finishing touch ben van de ploeg. Maar ik zeg erbij. Ik heb geleerd. Dat elke mens die naast mij. Of voor mij heeft gespeeld, dat ik enorm veel respect heb. Want ik had nooit kunnen worden waar ik nu ben, als die mensen mij niet helpen. Heb je dan van coaches ook dingen kunnen leren in je carrière? Nee, de beste coach heb ik gehad. Voor mij is dat allemaal flauwe zeven, hoe technisch dat ze zijn en hoe tactisch. Voor mij is het één ding dat een coach moet kunnen: hij moet een psycholoog zijn. Hij moet met de spelers, met de karakters bijeenbrengen en daar een ploef van maken. Want al dan er is, dat voor mij Larry, dat is tijdverdrijf, dat is omdat hem goed betaald wordt. Voor mij is het voornaamste iemand verstaan met zijn karakter, met zijn kwaliteiten. Dat is voor mij van uh, Als speler, want uh, je zei ego-tripper. Maar als je de weinige beelden bekijkt die er ook zijn van jou, is wel duidelijk als speler de manier waarop jij op het veld stond. Um, Vooral de manier waarop jij aanvallend speelde, ja, op dat vlak was je wel voor op je tijd. Ja, laat ons zeggen dat ik twintig jaar voor was. He? Ik dribbel al door mijn benen en niemand op zijn schoenen altijd te dribbelen. Uh, maar het gaat hierover. He? Het, het gevolg van dat was, voor mij was het dat ik de beste speler zijn geworden met de druk van de Amerikanen die kwamen. Die ander was voor mij pleintjesbasket. Maar had ik echt de speler was die in aanmerking zou kunnen komen onder een goede leiding en ook een beetje verdedigen, dan had ik wel in de NBA kunnen in die tijd gesproken. Hè? Uh -huh. In die tijd was ik wel niet bepaald eer, maar door mijn instelling en uh, ja, laat ons zeggen een beetje over het paard getild, uh, heb ik dat nooit waargenomen. Misschien had ik niet rijp was genoeg. Heb je vaak verdedigd, eerlijk? Uh, ik dat, was er... dat, dat wordt vaak gezegd, hè, Willy Stevens. Genie in aanval, maar in verdediging, daar veegt hij zijn voeten op. Ja, maar ik aan. heb dat eens beantwoord. Ik ga die vraag anders zeggen. Samar, ja? waar ik enorm veel respect heb gehad, spijtig dat ik niet van die tijd was, want dat was een speler. Wij waren een ongelooflijk duo geweest. Veel respect voor die jongen. Maar die, die zegt die iets op de radio en toeval heb ik dat gehoord. Uh, ja, meneer Steveniers is een goede speler, ja, maar hij speelt op één veld. En dan heb ik die jongen geantwoord, dat ik hem eens gezien heb. Dan heb ik gezegd: luister. Het. Voor mij is verdedigen een wil En aanvallen is een kunst Maar dat was ik ook de beste in, Want 49 punten maken tegen uw ploeg Dat maakt het allemaal niet Dus dat is de opinie van mij Dat wil ik niet zeggen als jij morgen als kenner zegt Had jij in de NBA kunnen spelen in uw tijd Dan zeg ik 100% Maar wat had ik dan moeten doen? Oh, dan had ik moeten luisteren dan had ik moeten verdedigen, zeker verdedigen. En dan had ik misschien 40 punten gemaakt, maar ik had er misschien wel 20 gemaakt. En had je die wil dan niet om te verdedigen in nee. de competitie hier? En, 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 nee, ik was... Hoe moet ik zeggen? En misschien zou dat ook zijn dat ik voor de eerste keer geconfronteerd word met mensen die beter waren. En, en, en dat ik dacht over de plas gaan in mijn tijd... Ja, dat was een ongelooflijk avontuur. Hè? Vergeet dat Nu, nu vliegt mijn, mijn zoon naar, of u naar New York. Je dus ziet van niks. Als ik in mijn tijd besliste van naar daar te gaan. want ik moest naar New York gaan. ik had een try-out. Ja, dat was voor mij. Een, hier was ik de beste. Ja, wat je kon gaan, hè? Ja, ja. Want het wordt wakker. Je zegt het, je hebt het vaker ook gezegd in vorige interviews. Ja, ik had in de NBA kunnen spelen, maar je hebt ook effectief een, een aanbieding gekregen ja. om te gaan testen ja. en niet zomaar ergens te gaan nee, testen. 20, wanneer ja. was dat? Waar precies? Ja, ik was twintig jaar. En, 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 dat was een beetje in genk gezet door de man die me groot heeft, gemaakt, Bob Guns. Bob Geunst, Dankzij Bob Guns ben ik een grote speler geworden. Want uh, ik denk dat er nooit niemand meer geschreven heeft en mij gewaardeerd en geholpen in mijn carrière met Bob Guns. Dan hebben we het over eind jaren 50, begin jaren 60. Toen je naar... begin, ja begin, jaar, ja, begin jaren 60 was de grote jaren die aankwamen. En hoe, hoe, is dat toen, hoe is dat toen gegaan? Hoe ben, je, ben je iets te weten gekomen over die Amerikaanse interesse? Hoe is dat precies nee, in de gang gegaan? Had, uh, Bob had geanalyseerd dat ik een try-out zou kunnen doen. En ik heb mijn kat gestuurd. Bij de New York Knicks? Ja. Dat is, dat is echt onwaarschijnlijk eigenlijk. Dat je dat ook gewoon... Ja, ze zijn allemaal over die Belgen bezig die nu per ongeluk in aanmerking komen. Mij hebben ze gevraagd. Heb je daar spijt van? Ja. Eh... Uh. Ik heb spijt dat ik maar 65% van mijn talent heb uitgehaald. Dat vind ik wel spijtig. Hè? Niet de grote mond van het interesseert me niet. Als je de kwaliteit niet hebt, dan vind ik dat je fout. Want het is ook niet zomaar een ploeg. Hè? Het is New York. Ik ja? zijn er niks. Ja, maar uh, ik, ik weet goed. Maar, wat... maar jij in New York, in die tijd, als je kijkt naar Walt Frazier, die daar daarna rondliep, want uh, we hebben het nu al even over jou gehad op het veld, maar ook naast het veld, was je wel iemand die, die van het leven hield en die. Rondliep in bontjassen, mooie wagens had. Dat paste wel perfect bij een paar mannen die toen in die ploeg speelden. in die, in die periode, denk ik. In, in, het, in New York in de jaren 60, jaren 70. Ik was wel heel benieuwd geweest wat dat had opgeleverd voor jou in die stad. Ja. Nog, iets nog iets anders dan Antwerpen, hè? Ja, maar bij mij, was, mij bestond dat niet. Hè. Voor mij een Amerikaan of een Belgisch. Dus voor mij bestond dat niet. Bij mij bestond alleen een geraken en de beste zijn. En als ik opkwam, mocht dat tegen Michael Jordan zijn, dan mocht hij mijn broek uitkezen, maar hij zal het moeten kunnen. Verstaan? You? En dat was mijn, mijn motivatie om naar New York bijvoorbeeld te gaan. Maar dan dacht ik zo: stel er voor dat ik niet slaag. Huh? Dat even goed kan, maar uh -huh. ik heb een bewijs dat dat niet kan. Bob Gozie was destijds bij de Boston Celtics en die kwam hier een demonstratie geven. Ik weet niet of je dat al hebt gehoord van mij. Ja, die man Er die... de, de, de mensen die het verhaal niet gaan kennen, dus vertel het verhaal gelukkig. Wel, die was hier in Brussel en we waren aanwezig met de nationale ploeg en Bob Gozie was daar en die legde uit wat het verdedigen was en aanvallen was en ploegspel was. En uh, hij zegt dan op een zeker moment, die Verswijfel was coach, uh, is hier iemand dat ik uh, van jullie spelers iets kan laten voordoen? Ja, en ik zeg ik, hè? Ik, hè? Nou, ja, ik ben niet tegen Bob Goezi. En uh, hij zegt ja, de Willie hier, hè? Oh, goed. En, uh, en Bob Goezi, hij was uitleggen tegen de menigte die aanwezig waren. En hij zegt, van voilà, in verdediging was zij het, Ik zeg linkshandig. In verdediging spelen ze in Amerika, ze pakken nu uw linkerkant en ze, hey, ze duwen in naar uw rechterkant. Natuurlijk wist hij niet. Dat ik ook die Bob Guzzi had. En ik had dat uitgevonden. Want Bob Guzzi dribbelde achter zijn oog. Maar ik gaf hem, hem door. En mij heeft heel Europa dat afgezien. Want ik was per ongeluk dat te weten gekomen. Ik speel in een internationaal match. Ik verleer me een bal. Ik pak die vast. En ik, ga, en ik duw hem binnen. Ik zei, goh, dan ga ik op trainen. En wel, die zeggen op een zeker moment: wou wij dat doen tegen mij? Hij dacht ik. Ik zette hem in de wind voor mij, we zeiden iets van niks, één tegen één. En ik duwde hem binnen en hij zei: Get this motherfucker out of the gym. En dan verstond ik het trek. <laughs> Bob Cousy is niet zomaar iemand, hè? Dat was een hele goeie in Amerika. Het is uh, voormalig MVP, wat is het? 13 keer All-Star, 6 keer NBA-kampioen, 10 keer ja. al NBA First Team, 10 keer bij de ja. beste vijf in de NBA. En iemand inderdaad, als er een, een beweging naar die genoemd is, de Bob Cousy, iedereen kent die wel denk ik, hè? de, de ja. beweging. Maar de, allemaal denken dat dat Bob middle... Cousy was, dat is niet waar, dat was ik. De, eigenlijk zou het de Willy Steveniers moeten heten. Nee, beweging. maar spijtig genoeg was dat, internationaal gezien was dat voorgevallen. En die in die floot, als het gelopen was, en ik ging na de wedstrijd naar hem en ik zeg, waarom doe je dat? Ik zeg, verstaan u, de kende ik, ik heb het nog nooit niet gezien, zegt hij. Oké. Okay. Daarna heb je het genoeg kunnen doen zonder dat het afgefloten is ja, geweest. Ja, maar weet je wat het verschil is? Alleman doet dat voor de wedstrijd in inlopen en zo. En op een training. Maar met een man voor u doen is nog helemaal iets anders. Ja, ik heb ook andere verhalen gehoord van jou voor de wedstrijd. Dat jij, als jij bepaalde mensen zag stretchen voor een match, dat jij dan daarvoor ging staan en ze iets liet zien. Dat je dan een paar tuimelingen deed. Ja, maar dat was <laughs> op 46 jaar. <laughs> op, op je 46ste. Ja, ja nee. Maar als ik, als ik 20 jaar was, als ik doorbrak. Ik was al op 17 jaar in de Europese ploeg, dus niemand die echt gedaan heeft. En nee, we moeten altijd eerlijk zijn van het moment dat ik op het veld stond, was ik een prof. Ging van het veld was ik een amateur. Ja, want er wordt ook gezegd, en dat van, is van, van van mensen die jou vaker hebben zien spelen, hij zei, niemand was zo goed, maar ook niemand heeft ooit minder gedaan voor zijn sport. Ja, ik weet niet. Of minder geleefd voor zijn sport. Dat is iets anders. Als je spreekt van geleefd zijn, dan zeg ik tegen u, ik ben volledig akkoord. Maar gedaan, ik denk dat nooit iemand meer met de bal gespeeld heeft dan ik. Dat kan niet. Dat kan niet. Want ik heb daar mijn diploma's niet mee gehaald. Ik heb altijd op het veld gestaan. Maar dat weten de mensen natuurlijk niet. Hè? Ze zien u alleen maar spelen en horen verhalen. Maar dat is niet waar. Ik, ik ben de, mijn zonen zeggen dat ze hem zo. oh papa, ja, als ik 35, 36 was, dan begon ik. Wanneer ik twintig jaar was, hè man? Nee, 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 dat moet je niet geloven, dat kun je niet. Want je hebt veel meegemaakt, op het veld, maar ook naast het veld. Uh, maar misschien moeten we eens naar het begin eerst teruggaan, hè. Want wanneer en hoe ben jij beginnen basketten? Ja, dat is heel simpel, hè. Ik speelde in de kadetten, en als er vijf spelers waren, was ik de vijfde. Ik, kon, ik was een atleet en al, ik was snel, maar ik kan niet goed basketten. En hoe oud was jij toen? Een jaar of elf. Op een zeker moment gebeurt er iets met mijn beste vrienden. Die stelden het in, in, een in een kleerkamer van de, van de tegenpartij. Uh, uh, ik moet op de vergadering komen. En die zeggen, toen was het Saziko. En die ja, zeggen tegen Sassico, mij, dat stond voor de... Zaksort, die, de Zakstraat. Zakstraat, Ja. En in de, in de koeportstraat. Ja. ja. En, en die zeiden, jij weet wie, wie dat gedaan heeft. Ik wil dat horen. Ik zeg, dat ooit ik nooit Mijn vrienden, dat is voor alles. Ja, zeggen ze, dan vlieg je mee buiten en ik word buiten gezet en ik ga naar het Tunnelke. Het tunnelke, dat was ook een straatploegje, zoals Saziko destijds. En daar breek ik door. Op mijn 12 of 13 jaar speel ik het kampioenschap van België en ik was cadet, En ik speelde mee in de scholieren, omdat ik al beter was. En uh, ik maakte 28 punten van de 52 tegen de wereldploeg van Antwerpse toen. En ik was ineens, ja, ze hadden me bezig gezien en ja, ze dachten, ja, dat is hem, hè. Hij is, hij is de, 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 maar dan was ik nog niet volledig gewonnen voor de basketbal. Het liefste wat ik ooit gedaan heb is wielrennen. Is het waar? Ja, oh, ja, daar was ik zot van. Nu nog, nu zeg ik dat nog, met al wat ik bereikt heb, wielrennen is voor mij alles. Maar, maar dat, is, dat is heel verrassend. Ja. Ik, weet, ik wist dat je gekoerst had, maar ik wist niet dat je er zo verliefd op was. Op die ja, ik heb 34 koersen gewonnen in mijn laatste jaar. Bij de en als ik stopte. Maar er is, daar kan het weer over. Welke tucht kun opbrengen? En wat voor coureur was jij? Was jij een nou, sprinter? sprinter? Ja, niet meer klopte mij. Ik kon niet. In een basket ook niet. En dat is het verschil met mijn vriend, die het dikste bij mij is gekomen. Waar ik enorme waardering voor heb. Ronnie Bayer, dat is een heel andere periode. En die was ook snel. Maar die was sterk. Die ging naar de goal en als je stond, dan ging hem door. Een dynamiet. Ja, ik zit hem allemaal in de wind. Dat is het verschil tussen mij en Ronnie. Maar Ronnie was voor mij de dichtst mogelijke persoon als basketter die in Antwerpen was geboren om met mij te duelleren. Ja, je hebt gekoerst, maar je hebt ook nog gebokst. Ik heb, alles, nog. Ik heb alles gedaan. Hè? Ik heb destijds zijn de atletiek aan het doen. Ik zal u zo zeggen, ik weer geschorst. Want als ik op een overgang vroeg van 6 naar Mechelen, dan moest ik een jaar stil liggen. Ik ben de enige speler die een jaar heeft stilgelegen. En dan moest ik iets doen. Ik ben atletiek aan het doen. En daar was ik ook niet slecht in. Ik liep toen 11, dat, dat het record 10-8 was. In 100 meters op, op sloeven. En ik sprong een meter 90. In, in scher, in de oude stijl. Dus ik kan wel veel en ik heb veel geluk. Maar Ve dat koersen en dat boksen was voor je wint beginnen basketten? Ja. Nee, dat was zo dezelfde periode. Ik zei in uh, ja, nee, het, voor, dat was zo vanaf 12, 13. Mijn vader was kampioen van België. In het boksen. Ja, en hij had ook de Gouden Aanschoen in Amerika gewonnen in 1934. En die wou ben ik een, een, een bokser weer. En ik kon dat ook. Ik kon ook een meemantaframmel. Ik, ik heb altijd een sterke jongen geweest. En ik heb altijd op straat geleefd. Dus ik was zeer capabel daar ook. Maar ik, zou niet, ik kon niet verstaan dat je op iemand zijn gezicht kunt slagen. Zonder dat hij iets misdaan heeft. En daarmee heb ik nooit een boksen, maar ik kan het. Redelijk belangrijk om dat te kunnen en willen als je wil boksen. Ja. Nee. <laughs> me. Maar je vader was kampioen van België, dus ja, je vader ja. was echt een hele goede bokser. Ja, was een sportman destijds en je moet dat appreciëren. We moeten appreciëren van die tijd weer. Hè? En dat is helemaal niet anders. Ik zeg altijd, ik heb tegen u ook gezegd: vergelijk dat alstublieft. De periodes van het tijdperk niet. Doet dat niet. Geeft iemand recht. Geeft hem recht. Maar als we natuurlijk ze beetje gewoon zeggen: wie was de beste wielrenner? Is Teddy Merckx. Ja, en dan we gaan we gewoon zeggen: wie is de beste? Baskin Michael Jordan. Ja, dan moeten we niet aan denken. Hè? <laughs> um... Dat, uh, ja, je bent beginnen basketten, maar wat ik gelezen en gehoord heb, is dat dat uh, bij jou thuis, zeker met je vader, dat dat niet in goede aarde viel toen je voor die sport gekozen Hij zei al, hij wilde dat ik ging boksen. Basketbal werd niet echt dat omarmd was, daar. Dat was in zijn ogen. Destijds. Ja, dat bedoel, dat bedoel ik. Dat was in zijn ogen een Janette-sport. Hoe, hoe ging je daarmee om? hij Als kind, in die tijd? Wel, dat was erg, hè. Met de eerste wedstrijd dat mijn vader ooit zegt. dat was op mijn 21 jaar. En ik speelde al vier jaar in de nationale Ploeg en, en, en ik had al Europees gespeeld, dat vond ik spijtig dat mijn eigen ouders mij nooit aangemoedigd hebben. Maar ja, het is misschien ook een stimulans geweest dat ik het zo moest alleen doen, met tranen in mijn ogen, dat ik zo'n sterke persoon ben. Om nog meer te bewijzen, van dit voilà, is mijn ding. Voilà. Ja. Mijn vader heeft mij in feite een sportman gemaakt, met het negatieve. Want ja, jij, jij bent je vader ook wel een heel. Um, ja, Tumultueuze band gehad. Mag je dat zo zeggen? Ja, dat mag. Laat ons zeggen, de liefde had ik niet. He, de opvoeding had ik niet En het is allemaal gemakkelijk gezegd Maar je staat er toch alleen voor de, Voor een jonge knaap die toch een schouderklopje toe heeft En toch altijd iemand nodig Zeker. heeft Om raad te vragen En ja, maar dat heeft ook misschien wel geluk geweest Mijn tweede moeder heeft ook geluk geweest He, Ik heb altijd geluk gehad op de goede momenten Als ik basketter zijn geworden Het was altijd de beste coach die mij koos En ja En, en, en als, als er meisjes kwamen Was het altijd de beste meisje die mij graag Dus so, Dat is mijn vrouw snap ik, um, je zei Elke, daar ben je dan gaan spelen, maar daarna ben je wel terug naar Zassico gegaan, om daar effectief ja. door te breken oh ja, ze, oh ja, het hoogste niveau ze hadden, ze hadden direct gezien dat er 18 mei mij was hè. en dan heb ik, ik ben in feite, daar moet ik altijd eerlijk over zijn, hoe goed dat ik ook met mezelf staan, maar Richard Wagenert en Johnny Goossens die daar een bekwame spelers waren van destijds, die, die hebben mij feitelijk de grote kans gegeven om de doorbraak van een jonge speler naar de hoogste afdeling want ik was 15 jaar, toen mocht dat nog nu ja. niet. Hè? Nee, nu moet je 16 zijn, inderdaad. Ja. Jullie speelden op de veemart? Op de veemart, ja. In Antwerpen? Dat was jouw thuis. En dat was een bunker. Maar jij, jij ja. woonde daar? Ik woonde daar. Dus ja. jij speelde effectief gewoon voor je eigen deur het is je matje op het hoogste niveau? Ik ging 10 meters en ik was aan Antwerpen. Dus voor mij was het gemakkelijk om te gaan trainen. Hè? Maar dus mensen, maar ook wel niet, dat mensen dat ook goed weten, jullie speelden een matje buiten, hè? Ja. ja. Eerste klasse, ik hoogste kan... afdeling, matje buiten, op de beton. Op All-Stars. Ik heb geen ene speler die nog leeft, spijtig genoeg niet. Heb ik drie generaties meegemaakt. Ik heb generaties meegemaakt dat we zelf het terrein moesten afkuisen. Om te kunnen spelen. In de kou van vijf graden onder nul. Met alleen een leren bal die nat weer, die niet kon opheffen. En dan heb ik de generatie gekend van Mechelen. Dat ik dat het begon al basket te worden. He? En dan heb ik de Amerikanen gekend die ook in mijn ploeg 3-4 stonden. Dus ik heb drie generaties meegemaakt, omdat ik het geluk had van twintig jaar voordeel te hebben op andere spelers. Hoe was het om daar te spelen op de veemarkt in die tijd? Ja, koning, hè? Koning van de veemarkt, zegt mijn zoon altijd. He? Hij zegt niet keizer. Uh, ja, ik zal het u zo zeggen: dat waren allemaal gewoon mensen. En dat waren allemaal duivenmerkers en die stonden dan bovenop uh, op hun hok, hok voor die duiven. En als we verloren gooiden die allemaal die eieren van die, van die duiven op het terrein. En wij speelden op een bunker. En waarom heb ik zo'n goede dribbler geweest? Het is niet zoals nu, zij zijn de beste marchandise allemaal. Maar ik, ik moest dribbelen met een bunker die, die ongelijk waren. En dan leerde ik we wel wat. Uh, er zijn ook goede dingen die vroeger waren. Hoeveel volk kwam daar kijken meestal? 2000. Buiten rond het plein. Het zeil gespannen, 2000. Waanzin, hè? Ja. Ja, En ik was. Ik was en ze, weet je wat je moet hebben? Je kunt de beste speler zijn. Zoals we de juist verteld hebben. Rick Zemeyer, voorbeeld van speler. Ja, ongelooflijk. Maar komt daar 10.000 man voor zien. Rick Koppers had dat ook, zoals ik. Ik was een, 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 een evenbeeld van Rick. Naar mij konden ze zien voor 50% die hem niet moesten. En 50% die maar ze waarde. You love to hate him. Ja, maar zo is of you het. You love him or you hate him. Maar zo is ja. het. Zo is dat met jullie ook en, en met, met iemand anders. Oh, het, he, het enige is dat ik altijd eerlijk ben en dat ik niet kan verdragen dat ze iets misvormen door een zekere opleiding. Mm -hmm. Van moeder natuur, dat is gelijk als Maradona. Bob Guns vergelijkt hem met Maradona. En hij zei dan altijd: zet die niet in een kooi, maar probeert hem te laten verstaan dat er een ploeg is en dat hij zich moet aanpassen. Maar je moet hem niet veranderen, want dan is hem me niet. Uh, je hebt ook op de veemarkt gezegd: ja, daar ben ik een man geworden, al op heel jonge leeftijd. Ja, ik, ik, ik weet niet echt je me nog altijd bekijkt. Ik heb nog altijd een aandenking. Ik kwam daar op tien jaar en uh, dat waren allemaal schoolkens van de straat. En ik was een klein beetje beter op die moment. En uh, op een zeker moment komt er zo een van die bende naar mij, en dat was dan zo gezegd, de, de king daar zeker. En die zegt, ik stond er buiten voor, met mijn vader uit een café daar. En hij zegt, hij, de zoon van een bokser? Ja, en ik, wist, ik heb nooit gevochten, nooit geen ruzie op tien jaar. En die gaf mij een kopstoot en dat been kwam door mijn neus. Dan heb ik drie maanden met wat in mijn neus gelopen en ze hebben dat niet goed gedaan, want destijds waren ze dus niet gelijk als nu. En uh, dan heb ik gezworen: Ik zeg, ik heb twee, drie jaar gewerkt zonder dat iemand dat wist, zelf mijn ouders niet. Uh, heb ik gevochten in, uh, in het geheim. En zo, zo straf geworden dat op een zeker moment, ja, dat ik wel op de Veemarkt mijn voetje kon bijzetten. En dat was Willy, als we niet over Basket sproken. Uh, maar ja, er was meer daar natuurlijk, als we niet over Basket spraken In die buurt toen daar, de Veemarkt dat was, was daar rond was ook een, een bruisende buurt. Hè? Maar, maar, ofwel. Maakt het, ofwel weer het opgeten. Dat is heel gemakkelijk, dat is niet gelijk als nu. Hè? En dit is moeilijk. Want weten wat ze altijd doen, de mensen? Oh, die jaloerse mensen, die als je dan zoiets bereikt, dan zeggen ze altijd: Ja, je weet waar het dan van komt. Ja, spijtig genoeg wel, maar het is wel een voordeel geweest. Mm. Jullie speelden er ook, als je erover nadenkt. Want je hebt buiten spelen, dat is één ding. Een pleintje spelen, dat is fantastisch. Dat is niet goed voor je lichaam. Ja? Als je kijkt, als je denkt aan wel, met welke schoenen jullie speelden, dat blijf ik het meest waanzinnige vinden. Als je dat te horen de verhalen van mijn vader vroeger. Ja, jullie speelden op All-Stars, dus dat is een lappen. En nooit gekwetst geweest. Hè? Hoe heb je dat, heb jij nooit je voet omgeslagen? Jawel. Nou? Ah, Oké, okay, wat toch onmogelijk? Jawel, naar omhoog gaan en ja, op iemand in een sloef komen, patat. Ja, je ja, hebt ja, niks aan ondersteuning. Nee. Nee, nee, nee. Maar voor de rest ben je inderdaad... Ja, maar weet je waarom? Dat is heel gemakkelijk. Al die mensen die gekwetst waren. Hè? Ik spreek niet van een NBA, dat is iets anders. Hè? Maar hier, ja, die, die, ja, die konden gemakkelijk raken. Mij konden niet raken. Ik had een branchietak voorbij kwam. Ze, dus <laughs> mij konden niet raken. Uh, het basketbal van toen, echt in jouw beginperiode. Ja? over begin, Eind jaren 50, begin jaren 60. Vergelijk dat eens met het basketbal van nu. Onvergelijkbaar. Onvergelijkbaar. Uh, ik zal het u zo zeggen. Wat bij ons was, was een spel basket. Maar wat ze nu spelen, is atletisch. Wij waren ja, ik was de enige atleet. Ik had het voordeel van mijn ouders dat die mij dat ge gegeven hadden. Ik was de enige basketballer die een echte Dat heeft ook veel mensen tegen mij gezegd: weten waarom jij zo ver gekomen bent? Ik was niet alleen technisch in mijn tijd. Ik was niet alleen goed, maar ik was ook sterk. Daarom is het toch helemaal jammer dat je die ene kans om naar New York te gaan niet hebt gegrepen destijds. Om te zien hoe je dat kunt doen in verhouding met de atleten die daar toen ook al rondliepen. Want die waren er toen al. Will Chamberlain speelde al, was een, een gigant van een atleet. Je had daar Elgin Baylor. Je Ik heb had tegen Will Chamberlain Will gespeeld. Waar heb je er tegen gespeeld? In het Sportpaleis. Een selectie van België. We speelden tegen de Harlem Globetrotters, want hij heeft één jaar bij de Harlem ja. Globetrotters gespeeld. Klopt. En ik heb daar een mooie anekdote. Oh, okay, dat was 22, Dat was een atleet, ongelooflijk, hè. destijds. Hè? En op een zeker moment in die wedstrijd intercepteer ik een bal, een stiel. En ik ga, en niemand ter niemand wereld kan mij stoppen dan. En ik ga. En dan, dat was, al die ronde borden zijn me ook nog geweest. En we speelden ik speelde er voor de eerste keer op. En ik ga, en dan normaal, de show speelde ik ook nog. Ik leefde hem dan binnen en dan, ik moest nog eens een goeie dag aan het volk doen ook. En hij draaide mij om het was tegen, die man, hij had gewoon die bal gepakt. Maar, dat zie maar de tweede keer had ik hem, hè. Ik zeg zo, ja, die zwarte jongens, die springen ongelooflijk. Maar ik had al lang gezien, ik was slimmer dan een ander, en als je weg bent in de Quebec, dan komen die mannen voor je te blokken, maar die zijn hun passen aan het meten en alleen gaan die naar de bal. He? En ik liep voor zijn voeten, hij had ervan zo. Oh, ja, ja, we moeten niet aan het Hij kon zijn passen niet nemen, want uiteindelijk is dat, he? een blok is dat je goed staat op de goede moment. He? Afmeten en timen. Waar. Voilà. Daar was het. Ik heb eens een keer tegen hem gespeeld. Denk ik denk dat je de enige, nou ja, niet veel Belgen kunt En een goal gemaakt, hè? Niet onbelangrijk. In een drive, hè? Tegen de grote Will Chamberlain. Dat is, dat is, dat is wel fantastisch. Um, maar dat basketbal van toen wordt daar vaak te, um, neerbuigend over gedaan. Ja. Als je bijvoorbeeld kijkt in de, in de NBA's, er was een tijd geleden een discussie, een paar jaar geleden, tussen, um, was het denk ik Bob Cousy en was het JJ Reddick? Ik weet niet meer zeker met wie het precies was. En dan ging het van, ja, in die tijd speelden uh, speelde ze tegen loodgieters en tegen elektriciëns hoe moeten we die tijd dan nou, wel, wel goed bekijken? Ik vind dat spijtig. Tony van den Bos heeft dat ook ooit eens gezegd. Hè? En die kwam waar ja, die kwam En die heeft zo mondig gezegd: zo van. Pleintjesbasket. Ik vind dat spijtig. Want alle grote spelers hebben mijn pleinbasket gespeeld. Tony zelf ook? Allemaal. Ja, ik weet het. En mij zeg ik altijd zo: om een vorming te krijgen is dat goed, om karakter te krijgen is dat goed. Maar technisch is het beter binnen. Hoe lang ben jij op een pleintje blijven basketten? Tot welke leeftijd? Hoe lang? Ja? Tot, tot, tot welke leeftijd ben je op een pleintje blijven, blijven basketten? Blijven basketten in, in een wedstrijd of trainen? Of, of gewoon matchjes, gewoon zo nee, random gewoon wedstrijdjes? Gewoon training? 68, 70. Is dat echt? Gewoon zo random op een pleintje gaan maar basketten. ik heb tegen Roem Moer, die ik tenslotte ook getraind heb, en ik heb er toch mee aan dat hij een goede speler is geworden. Die heb ik op zijn veertien jaar gehad en die vroeg aan mij op zijn zestien jaar, als ik ooit zo snel als u kan worden, en die had een hele goede eerste pas, hoe moet, hoe moet ik daar aankomen? Dus ik was al sneller dan hij op 7,58. Die eerste pas is het voornaamste, zegt ik het te zeggen, alle kennis kennen het dan niet. Je wordt oud als je je snelheid in een eerste pas verliest hoe krijg je dat? Is dat puur aangeboren? Dat is aangeboren. Kan je niet aanleren. Dat is een gift? Nee, dat kun je niet. Ja, je kunt dat aanleren. Laat ons zeggen dat je van een, een minder rapper een, een rapper kunt maken. Maar die eerste pas die ik nu nog altijd heb, daar moet je niet ontwijfelen. Maar dan strand het. Maar ik wil zeggen, dat is de voornaamste beweging. Hè? Want je kunt niet voorbij dat je die niet hebt. Mm -hmm. Allee, vind ik. Um, een week van een basketballer in de hoogste afdeling in die periode. Hoe zag die er toen uit? Wow. Hoe zag jouw week eruit? De eerste jaren bij Zazico. Ten eerste, de eerste voor, voor je naar Mechelen ging, hè? Ja, In, bij Zazico. Dat was drie keer de training buiten, buiten. In de week. Oh, ja, ja, maar dat was, dat was heel spijtig. Hè, man? Als het geregeld had, moesten wij het veld nog aftrekken. Want ik heb alles meegemaakt. Hè? En, en, en als je dan speelde en je vingers waren zo verkoud, dat je die bal niet meer voelde. Wij hadden ook veel nadelen. Hè? Maar het, 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 het graag doen en de liefde voor het sport en die bal, heeft mij zover gebracht dat ik al de goede tijden ook mocht meemaken. Hm. Ja, wat, wat, wat gebeurde dan ook? Een keer drie keer per week trainen? Wat nog? En hoe zagen die trainingen eruit? Of nou, was dat, niks. Was, dat, was het gewoon matchclubs nou, die je speelde? Ik of zal het u zo zeggen, in vergelijking van nu, inlopen. Inloop? Maar, maar oefenden jullie op techniek? Was dat, nee. was dat plays die nee, jullie inoefenden? Nee, ik studeerde? had een techniek van mezelf. Hè. Maar, ik heb, ik, en maar deden jullie, liepen jullie plays? Deden jullie gewoon matchjes? Hoe zat dat? Hoe was het gewoon matchjes en uh, plays niet, hè? dat kenden ze niet. In die gesprek van die tijd, hè? Ja. in de jaren 50, dat kenden ze niet. Uh, en het was tegen een zonenspeel, daar was altijd laat de bal rondgaan. Uh, en dat was aan flauwekul. Maar ja goed, dat was de enige, maar wij hadden geen plays. Uh, het enige play dat wij hadden, en daar waren we de beste van Europa, in Zazico is daarmee begonnen en dan Real 4. Wij waren de snelste voorlijn aller tijden. Leg uit. Wij hadden een grote nodig die de bal uit en direct ja bam bam bam, en we waren weg. Onstoppabel. Vroeger was de, de kunst in de Belgische nationale ploeg, en dat was de snelheid van de Belgen. Wij, wij, hebben niet, wij hebben dat niet meer. Wij hebben ons aangepast aan Amerika en wij willen Amerika nadoen. Nee, dat zijn wij niet. Dat zijn wij niet. Mm -hmm. De Joegoslaven. Of, of, uh, uh, ik zeg altijd Joegoslaven. De Joegoslaven van toe, he? Ja, ja. He? ja, die hebben zich niet aan Amerika aangepast, he, mijn vriend. Dat waren die, waren ze. He? Het enige wat die meer deden als wij, en daar zijn ik het volledig mee eens, die pakten 500 shots per dag. En dat deden wij niet. Maar ja, drie keer per week trainen. Dan zijn er nog vier dagen over in de week. He? En dat was. En dat, ja, maar dan zat ik op veld vier, vijf uur. Nee, nee, nee. Dan had ik wel de NBA. Ik had wel mensen gezien die het zo, zo deden. Hè? Bijvoorbeeld, ik deed die namen dan op mijn manier. Hey, man. Bijvoorbeeld, dat dribbelen en dat laten gaan en verkeertje, dat had ik al van begin. Dan een andere gewoon, Antoinette, wie heeft een bal speelden? Hè? Nee, je moet eerlijk zijn, maar je moet dat ook appreciëren. Ik vind die uitleg van nu oh. vind ik verkeerd. Geeft die mensen recht. Het is daar ontstaan. Racing Mechelen is ontstaan door mij. Theo Willem, Robbie Hendricks, Van Kerschaver, Loridan en, 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 en Michelet. Dat is het ontstaan van de grote jaren. In 1964 in hebben wij allemaal geklopt in Europa. Maar wij hebben niet Europees kampioen geweest. Daar is dat ontstaan. Nu niet. Nu speelt allemaal basketgelekkers vandaag. Maar in die tijd, in Ronnie's en een tijd, in Semai, en dan begonnen ze al meer op een Amerikaanse wijze te spelen. Mm -hmm. uh, want ja, je was natuurlijk ook. Jullie waren geen profs, hè? want Racing Mechelen was de eerste profploeg eind jaren 80. Toen is het pas prof geworden, dus je was semi-prof. Amateur basketbal was het eigenlijk toen. Uh, wat deed jij om, om geld te verdienen buiten basketballen? Want ja, je had er wel iets mee verdiend hebben. Ik was in een diamant, ik heb ook weer een chance gehad. Ik heb uh, 15 jaar in een diamant gewerkt. En wat deed je dan? Ik was uh, toen, dat bestaat nu niet meer, nu is dat met de laser. Ik was klever. Dat ze het lot uit de dingen komt, die moeten wij tekenen. En wij moeten die dan proper maken. En wat schiet daarover? Een percentage. En dat geluk heb ik gehad. En dat is ook een speciaal uh, iets waar ik veel geluk aan mag vertellen. Mag je, mag, je, ik mag, je, mag, je mag alles vertellen wat je wil hier Normaal komt er hebben, We hebben tijd genoeg hier. Normaal komt er niet binnen in een diamant. Vroeger in mijn tijd, nu wel. Nu komt er allemaal binnen. Maar in mijn tijd was dat niet Gooiers. Ons noemen ze Gooiers. Ik spreek ook de Jiddische taal. Dus op een zeker moment. Uh, kom ik om drie uur s'nachts in een bar. En ik zie er een heel kleine jongen staan die met, met een bult. Hoe noem je dat? Die is een, een van, ja, ja, met, 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 met zo'n zo bochel. Een bochel. Ja, ja. En ik zie die er staan. Ik kom binnen. staan drie dokwerkers aan de toeg. En uh, ik zeg, geef maar. Wat ook, dat weet ik al niet meer. En uh, het is drie uur s'nachts. En uh, ze kloppen op die man zijn rug. En ik zeg, wat zeiden jullie naam nou toe? Ze weten wat je doe? Door dat iets met mij zegt, dan kan ik iets doorslagen. Zee, want die ene man is toch niet bekwaam tegen mij. Jongen, Stephanie is tegen u helemaal niks. Nee, nee. Ze zegt: Moeten dat doen? Die, die man hier? Ze Wat zijn jullie bezig hier? Hè? Wat voor een opvoeding heb jij? Gaat. Ik speel tegen Real Madrid twee dagen na de datum. En Real Madrid, dat was de ploeg vroeger, hè? in mijn tijd. En die man staat voor mij. Er zit 4000 man. Die man staat voor mij. En zegt, meneer Steveniers, zou ik u na de wedstrijd eens kunnen spreken? Ik zeg ja, geen enkel probleem. Dus ik zie die na de wedstrijd. Dat was de zoon van de grootste diamantair. En die had gevraagd dat ik zou komen in de Alvenierstraat, waar het alles afgespeeld wordt. En zijn, vader, en zijn vader heeft mij toen beloofd, als ik toen aanwezig was. Uh, hij vond dat zo ongelooflijk als mens wat ik gedaan heb dat ik heel mijn leven zou die job mogen leren en de kans krijgen. Zo ben ik in een diamant en ik zijn er zeer... Daar heb ik mijn opvoeding gehad, dat ik verspeeld was op het Sazico-pleintje. Maar daar heb ik echt alles kunnen leren van die mensen. En daar ben ik voor de eerste keer bekwaam als mens geworden ook. Nu spreek ik niet alleen over basket. En toch ben je ermee gestopt na 15 jaar? Ja, de diamant ging niet meer. De Indiërs kwamen binnen... En dat was helemaal iets anders. Uh, de cleavers werden ook. Dat, dat, vroeger moesten wij dat doen en nu gebeurde dat met de laser. En die job bestond niet meer. Uit de, de uitzonderingen alleen. Ja, Ja, ik zei nogal wat even, hè? <laughs> dat is oké, okay, Willy. Af en toe moet de micro even bijgesteld okay, worden. Okay, als... Normaal kom ik met een zeven afkijken. GELACH <laughs> <laughs> uh, um... Ja, toen zat je al bij Mechelen, daar wil ik het zo meteen nog even over hebben. Uh, maar toen je nog bij Zasico zat, heb je ook een tijd effectief op straat gewoond. Want dat is ook wel een, een be belangrijk moment geweest in jouw leven en in jouw carrière eigenlijk. Je hebt dat net al heel even gezegd, toen je je tweede moeder bent tegengekomen, Dat was een periode dat je weg bent gegaan thuis, bij je ouders, en dat je even op straat hebt gewoond. En dan is, dat was een belangrijk moment geweest. Wel ik voor... denk het de belangrijkste moment in heel mijn leven. Hè? Ja? Ja, maar je moet zeggen, er zijn een knap van vijftien, niet die vijftien van nu, want die zijn al bedorven. Maar ik was een, een, een naïeve jongen op die moment nog. Die veel meegemaakt had, maar uiteindelijk naïef was. Hè? En ik had geen beroep op die moment. Hè? Ik stond er eenmaal alleen voor. En toen heb ik iemand eh, tegengekomen en die vroeg aan mij: Willy, als je morgen terug naar school gaat en je gaat werken als je geen hoestingen hebt. Dan heb ik voor u een woonst en ik zal u meehelpen om het leven te verbeteren. Dat heeft wel een paar weken geduurd, maar die vrouw die eten Yvonne Derde. Ik denk als die niet had gehad, had ik hier nooit gezeten en een interview gedaan. Ik had ook nooit de grootste basketer geweest, ik had de grootste scholier geworden. Dat wel, zeker en best. Maar ik denk dat ik alle bewondering en alle medewerking heb gehad als mens van die vrouw. En ik ben heel blij, want wat ik nu allemaal zeg is door haar. En hoe kende je haar? Hoe ben je haar dan tegengekomen? Dat was een supporteres. Was was pas op, pas op. Je gaat denken, was dat de liefke van u of zo? Nee, nee, nee. Die vrouw woog 135 kilo. Uh, die vrouw die, die heeft het heel moeilijk gehad. Dat was een wees. En uh, die weet de moeilijke tijden. En dat was een heel grote supporter van mij. Het geluk heb ik dat zij mij gered heeft. En hoe lang heb je dan bij haar gewoond? Of? Tot mijn 21. Maar wel altijd die band, die familieband behouden. Ja. Maar, maar dan dat verwaterd ook. Hè. Men, het, het eigenaardige is dat je zo gemakkelijk vergeet. Hè. De slechte tijden vergeten dat de mensen daar u in hebben golpen. Hè. En je apprecieert dat niet meer. Je vindt het allemaal normaal. En dat vind ik spijtig, daar heb ik ook fout in geweest. Alles wat er vanzelfsprekend wordt. Ja, het, het was precies allemaal normaal wat ze deden. Mm -hmm. Dat is niet waar. Dat, is, uh, dat besef je ook pas met de jaren natuurlijk. Zeker hè? en vast. Uh, waarom ben je eigenlijk weggegaan bij Zazico? Om een beter job te krijgen en om iets te verdienen. En dat was dan bij Racing. Ik was ja. de eerste betaalde speler. Noem, en, niemand met iets. Hoe, hoeveel was dat toen? En als je dat kan vergelijken ja, met wat het nu is... Ja, dat kan ik zou... zeggen, want de mensen staan hier allemaal te luisteren. <laughs> ja, ja. Laat ons zeggen dat ik de duurste speler van ik ben. Heel, maar ik ben heel benieuwd om dat te kunnen inschatten hoeveel dat, dat zou zijn in vergelijking met nu. Want ja, we hebben, het was geen profcompetitie toen natuurlijk. Nee. Uh... Kon je daarmee rondkomen bijvoorbeeld echt? Als ik wou wel, maar ik leefde nogal heel brutaal. <laughs> je, je wou daar niet meer rondkomen. Maar nee, je... want ik had, ik, ik had ook de diamant, hè? vergeet niet. Ja. Ik, ik eh, diamant was voor mij feitelijk het hoofddoel om uh, mij te verbeteren. Hè? Hè? Dus is niemand, niemand heeft ooit zoveel als werkman, want wij waren werkmannen, de cleavers, zoveel verdiend als wij. Want ja, als je, dan zo, als je kon, En ik maar... had dan de nachtegaal ook, hè. Vergeet. Ook ook, ja. Ik had de nachtegaal ook. Hè. Het nachtegaaltje heeft. Bij. Ja. Maar met, zijn mensen die het nachtegaaltje niet gaan kennen? Mensen die niet uit Antwerpen komen, vooral willen. Dus wat is het nachtegaaltje? Nachtegaaltje is, een, uh, is een, een café, een restaurant en een patio in een park, het mooiste park in Antwerpen. Uh, dat is het Nachtegaalpark. En uh, ik heb dat gekregen van toen, in die tijd, van de burgemeester met voorrang. Uh, van Kruibeeks, Lode, Lode Kruibeeks. Een prachtige man. En die heeft mij dat voorgeschoteld. En dat was de tweede stap na een diamant. Uh, om de, want, want op die moment had ik problemen in diamant. We konden kost niet meer verdienen. Ik was ook bedorven. En dat was de nachtegaaltje die me tot vandaag allemaal door de moeilijke tijden heeft gebracht. Want het bestaat nog altijd. En je en zit er ook aan. nog altijd. En ik ben ik al 53 jaar daarop. Zie. Uh, maar anders, als ik naar Mechelen te gaan. Ik kan het zo zeggen alsof het evident lijkt, maar dat was niet evident om toen een transfer te maken in die periode. Want oh nee, ik heb een jaar stilgelegen. Je, je hebt een jaar niet mogen spelen omdat nee. je beslist om ergens anders te gaan basketten. Ja. Wat heb je in dat jaar gedaan? Hoeveel, hoeveel... Atletiek, alleen atletiek. En je, je hebt en, geen en, bal aangeraakt? En jawel. Oké. Okay. Oh, nog ja, ja. meer. Nog meer. Al met mijn vrienden, want al mijn vrienden waren basketters. Hè, goeie of slechte. Het waren allemaal basketters. Ik was altijd op die pleintjes nog bezig. Hè, want ik moest toch weten... Had ik niet stil blijven staan. Hè? Het is gemakkelijk een jaar stil liggen, maar dat gaat niet hoor. Ik heb, laat ons zeggen dat mij ook de stimulans heeft gegeven om nog verliefder te worden op mijn sport. Ja? Ja. Door dat een jaar te moeten ik, missen die competitie? Ja. ja ik, 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 dat was enorm. Had ik dat jaar na de wedstrijden ging zien en ik mocht niet meer deelnemen. Ze pakten niet van mijn leven af. Hm. Um, hoe ben je ontvangen toen je in Mechelen aankwam? Met de Cadillac. Ze hebben met mij rondgereden in de stad. En, en voor de eerste keer dacht ik dat ik uh, Koning Boudewij was. <laughs> niet de keizer. <laughs> het zegt veel over hoe groot basketbal toen nog was dan? Basketbal was in de kinderschoenen. En, uh, maar over hoe het, het aanzien was dan voor jou toen? Ja, het aanzien was formidabel, hè, vriend. Uh, als je, als je van, de, van de veemart komt en je zit in Antwerpen aan, een echte senior want ik ben een bloed-senior, weinig je kunnen zeggen en uh, je komt dan niet mechelen dat was meer een beetje gestofiskeerd al en die ploeg die speelde wel goed in basket, maar niet zoals wij dat gebracht hebben maar als ze met mij rond, ja, dan, dan was ik wel een beetje van de grond hè? ik moet eerlijk zijn, ik wist wel dat ik goed was, maar toen heb ik iets meegemaakt dat ik wel zei dat heb ik nog nooit niet meegemaakt En dan was het de ploeg zelf? Uh, de ploeg was uh, ontstaan ik had het geluk, weer het geluk dat de, de sport uh, de manager, meneer Hellas uh, Dat is de schoonvader van Pieter Pieter Lloydon En uh, die was daar uh, De man die de ploeg maakte En ik had geluk, hij vroeg aan mij Wie moet ik rond bouwen En ik heb alle spelers, alle spelers Die in mijn ploeg stonden Heb ik het contract aangeboden met meneer Hellas Wie waren dat allemaal Dat was Theo Hulle, voornaam die kwam van Sassico Fantastische, toffe gast Heeft mij ook meegeholpen in mijn carrière Ronnie, um, uh, Robbie, Robbie Hendricks, dan Michelet, formidabel, die kwam van Tunnel. Ik heb fantastische spelers. Je had John Laredon als grote jongen. En van Kerschaven hebben we, we naderhand gaan. He, Michelet, Theo Hulle, ja, Robbie Hendricks, dat waren ze. Dat zijn feitelijk de echte senioren die Mechelen groot hebben gemaakt. Antwerpen heeft racing Mechelen groot gemaakt. Zeg jij eigenlijk. Ik, denk, ik denk persoonlijk, ik kan eens heel eerlijk zijn. Ik denk dat die mensen in Racing Mechelen de basketbal groot hebben gemaakt in België. Hoe dominant waren jullie? Er is geen één. Wij waren heel dominant. Hè? Ja, 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 iedereen was op de goede plaats. Hè? Al wat ik niet kon, kon een maat. Al wat met een maat niet kon, kon een andere maat. Wij, waren zo, wij hadden het enige tegenslag dat wij hadden. Wij hadden geen SMA. En zijn we Europees kampioen. Zullen werkers? Of ah, hoe, hoe zie je dat? is zijn die mij de stadje Michelin, je die om mij geeft, tegen Willem en Michiellet en Robijn, ja dan zijn we Europese kampioen. Wie gaat ons kloppen? Hoe geslapen? Niemand. Nee, hè? maar zo is het. Uh -huh. Zo is het. En ze eerlijk, die twee grote waren voor de eerste keer die mee konden doen in Europa, hè? Wat, ja, wat voor basketbal speelden jullie toen, want het gaat al wel... iets. Snelheid. Het gaat, gaat geëvolueerd zijn, Was het anders, niet anders dan het was Ja, dan we wel, Het was man voor man. Het begon man voor man. In het begin was het zonen en een man voor man. Ja, bij ik werd, werd er alleen zonen voor Alleen zon. Ja, want ik weet nog goed, de eerste keer dat ze vroegen om mij voor man te spelen, dan was ik aan het kijken... Wie is de minste van die ploeg? <laughs> <laughs> ik pak dan altijd de minste. <laughs> maar aanvallend moet dat voor jou wel een cadeau geweest zijn, manverdediging? Ja, nee, hè, want ik had altijd mensen. Hey, ik heb ook eens met z'n samen samengespeeld op tournoois. Ja. En uh, die waren altijd. Die, 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 en dat was het mooie aan. Omdat ik zo'n fantastische genie was in aanval combineerde zij mijn zwakheden. Zij helpten mij in verdediging. En dat viel niet zo op. Geloof ik. Uh, jullie zijn met Mechelen ook, ja, daar ben je voor het eerst gezegd, uh, we hadden Europees kampioen kunnen worden als er bijvoorbeeld zo'n Samai of Stule had bijgelopen. Um, tegen wie heb jij allemaal gespeeld in Europa? Want er zijn wel wat grote namen bij geweest. geweest ja, ik heb met daar ook gespeeld. Hè? Uh, dat dat, dat komt nou. kom, kom, kom straks ook aan bod, Ja, Dat komt nog aan bod. Helemaal ja, dit. Cantu. Uh, Simmental uh, Milan, Maccabi, Tel Aviv. En allemaal hebben ze geklopt. Hè? Wat is de strafste ploeg in jouw ogen? Waar je tegen gespeeld hebt? Uh, ja, toen. Ja, toen. Ik denk Real Madrid. Ja? En ik heb daar een anekdote. Ik speel op Madrid. En we schakelen Madrid uit. Dat is nog nooit gebeurd. En ik zeg na de wedstrijd tegen Theo Rull, ik zeg, oh. ik zeg, Saporta was daar, dat was de grote man. Ik zeg, uh, ik denk ik is gewoon vragen dat ik niet in Madrid mag spelen. Wil ik doen dan? Ik zeg, <laughs> dan wil dat toch niet doen. Ik zeg, ja, uh, nee is de nee, nee is de ja is nee. En ik ging naar Saporta, ik zeg, uh, goeiedag meneer, uh, spreekt u Frans of Engels? Uh, nee, it's okay oké in Engels. En okay. uh, ik zeg, uh, is het possible if I can play for your team? Ik heb 37 punten gemaakt. Had dat nu eenmaal die is toch wereldkampioen. Hè? En uh, hij zegt, Willy zegt hem. En dat was heel eerlijk. Daar heb, die heeft mij iets geleerd. Hij zegt, uh, jij bent de beste speler, kleinste, kleinste speler van Europa. En ik zou u graag in mijn ploeg hebben. Maar ik zal u nooit pakken. zegt zeg, nee. En wat is de reden? Want je geeft me een ongelooflijk compliment. Je hebt geen tucht. Ik kan me daar niet voor overloven. En dat was waar. Ik had mijn grootste negatief punt van mij was luisteren. En heeft dat dan iets veranderd voor jou? Want je zegt, je hebt er ja, iets van geleerd. ik heb inderdaad, maar dan was ik, pas op, was ik van spuk, was ik ook al zo tegen de dertig. Ik denk wel iets over. En uh, het heeft me geleerd dat ik begon te denken, Willy? En daarin, dat gesprek waar je in de auto gaat met tweeën. Willy, het is niet u alleen. Jij kunt niet forceren. Maar je hebt nog mensen nodig. En je moet beginnen te denken dat een ploeg niet gemaakt wordt om Willy Steveners alleen. Dan ben ik daar beginnen Dat was ik al dertig jaar, hoor. Daarvoor dat je, dat je het wel alleen kon? Ah, je geeft me de bal goed uit de weg. Hè. Mij moet ik, nu, nu zien dat allemaal pik, 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 pik. pik. Mij moet ik in de pik zetten. Mm. Uh, je hebt ook. Um... Epische duelschat tegen iemand waar je mee had kunnen samenspelen als je naar de New York Knicks was geweest: Bill Bradley. Ja, oh ja, die heb ik ook een handicap. Uh, Bill, Bill Bradley, voor de mensen die hem niet goed kennen, twee keer NBA-kampioen met de Knicks in 70 en 73. Uh, en in 60 de Olympische Spelen. Olympische Spelen goud, gewonnen senator ook geweest natuurlijk. Uh, niet de eerste, de beste. Nee, nee, het is in een, die een, tijd. Een grote meneer ook geweest in Amerikaanse politiek en een hele goede basket. En ook jaren in Milaan gespeeld voor hij naar de Knicks is gegaan. Zo so, dus. We spelen tegen Simmenta Milaan. En we kloppen die. In, bij ons in de arena. En we zitten aan tafel te eten. En zij zitten over ons. En Bill Radik had het geluk. Die zat over mij. En hij zegt. Hij mij. En hij zegt. You're a good player. Which is a pity. You're only left handed. Ik zeg ja ik zeg, maar maak zijn antwoorden. Want hij dacht dat hij. Hij heeft gestudeerd, maar slim. Lekker ziek was hem niet. Hij had gestudeerd, dat is nog iets anders. Hè? Ontwikkeld zijn. Zie Bill, you're right. I get only one hand. But I scored today 42 points. against the best team in Europe. With one hand. That's not bad, hè. En hoe reageerde hij? You're right, but you know what I mean. Seth. Ik zeg ja. Nou, oh, zeker dat ik dat weet. Maar wat ik nu de laatste twee jaar nog maar op het voorgrond gebracht heb, dat is dat ik heel mijn leven dat niemand niet wist, met één hand gespeeld heb. Zie je? Ja, mensen die het alleen luisteren, je, je hand, je, 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 je wijsvinger heeft een bepaalde vorm. Mismeester. Mis, 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 mis Hoe komt ik dat? Dan niet. Ik was dan tweede naar beneden gevallen, in een koepel, in een glazen koepel. Op welke leeftijd? Op, op negen jaar. Okay. En dat was over, en ze hebben dat verkeerd omheen gezet. Dan maak een bangriket. Ik heb wel een grote mond, maar ik heb bang voor een klein van mijn dokter. klein En uh, die heeft dat verkeerd gedaan, en ik moest terugkomen, ik ben nooit niet geweest. Dus ik heb volledig, niet alleen omdat ik Zandig was, want, maar ik kon met die hand niet zoveel doen. Dat is, en, waar, dus ik, en waarom ik, heb je dat nooit gezegd vroeger? Ik heb, ik, nee, ik wou dat niet zeggen, want dat is een excuus ook. Ik wil, dat ik wil geen excuus. Al de fouten die ik heb gedaan is mijn fout. Nou, fout, je was een kind. Het is, ja, nee. is niet zo onlogisch, denk je, dat je als kind bang bent, zeker in die periode ook, om, daar, om, om een ingreep te laten doen door de dokter. Dat is niet jouw verantwoordelijkheid toen. Hè? Nee, maar. maar, dat je, maar de, 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 dan zouden je maar ouders toen toch wel. Ja, we ja, moeten, moeten. Nee, maar ik daarin. ben altijd eerlijk. Hè? Als, jij maar, ja, ja. als wij over een NBA spreken, dan weet ik over wat we spreken. Ik zeg niet van die tijd, hè. Maar ik weet over wat we spreken. En je moet altijd eerlijk blijven. Eerlijk blijven in, in het sport, in de grote liefde wat je gedaan hebt. En je moet zeggen wat het is. En moet moeten eerlijk zijn. Eh, ze hebben nooit gezegd: ik kon in de NBA spelen, maar met die mentaliteit had ik het nooit gemaakt. Talentvol, ja. Maar nee, dat gaat niet. Je gaat niet tot, tot twee uur s'nachts uit. Je gaat niet de onnozel eruit hangen. Dat gaat niet. Dat heb ik hier kunnen doen, omdat dat een periode van die tijd was. Dat kunnen nu ook niet meer, dat weet jij goed genoeg. Het zijn, allemaal, zijn allemaal werkende jongens, soldaten die moeten luisteren. Wat, ja, wat, hoe leefde jij buiten het basket? Was dat echt na elke training, na elke match, op café, ja, gaan, op de lappen gaan? Ik, ik had geen stap. Ik had geen stap. Op nee. welk vlak? Ja, op welk vlak? Ten eerste wou ik overal bij zijn, want ik dacht dat ik altijd iets miste. Dat is fout van mij hoor. Maar. Uh, dat heeft me wel schade berokt. Want ik was niet zo. In, in de val was ik een hele brave jongen. Maar ze hebben me zo gemaakt. Maar ik altijd zeg, spijtig genoeg, uh, de brave mensen worden altijd opgegeten. En ik, uh, ik heb de twee dingen leren kennen. Ik heb de verdediging leren kennen en de aanval. En in verdediging was ik iets slechter. Mm. Maar, dan, maar dan naast het veld, ja, praten we dan echt over gewoon elke dag. Op café gaan, was het enkel na de trainingen, na de matchen? Was het gaan feesten? Hoe, zat, hoe, hoe moeten we dat zien? Genieten. Genieten van elke moment aan de folkloristische kant waar ik voor geboren was. De echte mens die alle dagen moest vechten voor zijn boterham. Dat is heel vage, Willy. Dat weet je ook, hè? Ja. ja. Dat is een heel vage beschrijving, hè? Ja, maar een beschrijving, een beschrijving die ten slotte past. Want als ik anders moest spreken, ik zou zeggen, ik had dat nodig. He? Ik had dat nodig. Ja, ik had dat nodig. Waarom had ik dat nodig? Omdat er altijd zoiets geweest is. En dan hebben ze hem ook geleerd. Uh, waarom wilde jij altijd zeggen dat jij de beste bent? Waarom wilde jij altijd zelf zeggen? Andere mensen moeten het zeggen. Mm -hmm. En daar twijfelde ik altijd in. Ik twijfelde altijd aan de persoon in sport en als mens. Omdat ik van een jeugd kwam die niet bepaald mij de motivatie heeft gegeven. Het kwam uit een soort onzekerheid ook. Ja, ik was in feite onzeker, want je moet niet zeggen, ik moet hier niet zeggen tegen u dat ik de beste ben. Ik was een beste. Um, in die periode heb je ook je bijnaam gekregen, de keizer. Ja. Hoe heb je die gekregen? Ja, ik heb die van Bob Geuns gekregen, omdat Rick van de keizer was. Hè? En, 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 en van Steenbergen. En destijds en waren dat de grote mensen. En ik had ook gehoord dat het de Italiaanse krant voor het eerst ging. Nee, Cesare. Ja. Overal had ik een naam. Hè? Ik had, in Frankrijk was ik Le Feu Follet, dat is het vuurtje die zich heel snel verspreidt. En uh, in Griekenland was ik uh, de, de, de keizer van Griekenland. En. Uh, en wacht, nog hè? En, en ik was. In België noemden ze me de keizer omdat ik vergeleken word met die mensen. En dat is bijvoorbeeld, ik zal het niet iets zeggen, als ik jong was, hebben ze mij altijd vergeleken met die koppers. En dat was een eer voor mij. Een eer. Het verschil tussen mij en Rick was deze. Rick was een verstandige man. Ik was toen nog aan het leren. Ik kwam nog compleet van de straat. En Rick had het niet nodig. Als Rick het nodig had gehad zoals ik om door het leven te komen, om iemand te, wo te worden, dan had hij de beste speler van hem, in die tijd kunnen worden van, hem, van de hele wereld. Maar hij had het niet nodig. Hij had een fantastische thuis. Was die periode bij Racing Mechelen jouw absolute topperiode als speler? Of is hij daarna gekomen twee jaar ook standaard, standaard ook. Mee gemaakt, daarom dat ik het vraag. Of is, was het bij Mechelen jouw topperiode of was hij bij standaard? Ik denk persoonlijk, ik denk persoonlijk dat Mechelen. Niet te vergelijken met iemand anders is, maar dat standaard qua. individueel. Ja, Ja, ik heb ook beste spelen geweest. Ik heb ook in een halve finale van Europa gespeeld. Ja, ik, ja goed, ik heb topschorten geweest. Ik, ik heb heel Europa rondgereisd met standaard. Maar, maar eigenlijk wilde je niet weg bij Mechelen, hè? Je wilde daar en, blijven. Maar de grootste ontgoocheling was dat ik buiten ben gevlogen door mijn eigen fout. Zij hadden geen schuld. Ik had weer eens mijn wilke doorgedreven. Dat niet betaamde als sportman. Wat had hij dan gedaan? Ik was niet op een training gekomen, de Beker van België weer gespeeld. En ik moest nog een oefening doen. En ik was niet gekomen, ik heb mijn kat gestuurd. Ja, dat was natuurlijk ten nadele van mij uitgekomen. Maar ik laat u maar alleen kijken. Je kunt allemaal anekdoten vertellen. En dat is mooi. He, maar, maar een anekdote vertellen dat positief is, is aangenaam. Maar een anekdote vertellen en zeggen: Ik heb. De kat gestuurd naar New York. Dat vind ik dat niet mooi. Dat vind ik de kast van je leven. Maar het zijn wel dingen waar je natuurlijk die, die een, een, een impact of een invloed hebben op hoe je leven is gegaan. Dus het is misschien niet het meest positieve verhaal, maar het is wel belangrijk geweest ook in het verhaal van Willy Steveniers. Wat daar toen gebeurd is. Ja, nee, ik heb ontdekt toen dat ik mijn instelling moest veranderen en in mijn uitspraken. Want ik was zo wat Cassius Clay-achtig. En ik heb gezegd, Willy, om je te laten uitschijnen dat je verstandig ook moet het er anders uitdrukken. En ik heb gezegd, ik ben de beste amateur in de wereld. Ik maar ben ja, geen prof. Nee, want bij, bij Mechelen, ik, ik, kan er, ik kan niet geloven dat je dan wordt buitengegooid omdat je één keer te laat of niet komt opdagen op training. Ja, maar... Pff. Dat moet dan toch... Vergeet niet dat ik ook moeite in het bestuur. Hè? Ik zou bijvoorbeeld zeggen, als de coach niet goed iets deed, ik zegde dat. Hè? Dat mm. mocht allemaal niet meer en dat speelde nooit meer mee. Hè? Stel de ik voor stende moest spelen. En ik moest van die coach iets zeggen, dan kwam ik nooit meer op. Hè? Jij en Dario Gertje, dat lijkt me een heel interessante combinatie. Ja, <laughs> maar het eigenaardige is dat ik die man gesproken heb. Yeah. En dat hij ongelooflijk in. Hij legde de training stil. Dat ik aanwezig was met Rotsaar. En zede tegen zijn spelers. Dat was de beste in Europa. Dat is een eer. Absoluut. Als ik ze bied, bied moet spelen voor hem en trainen. Dat is iets anders. Dat is iets anders. Omdat hij gelijk heeft. Ik en niet. Um, standaard dan. Daar. Pak je de titel in je tweede jaar meteen? Ja. Maar heb je Europees ook? Ja, jullie halen de halve finale van de Europabaker. Dat is wel het Europees denk ik, het dichtste dat je erbij bent, uh, bent gekomen. Hè? Ja, maar daar. Had ik al, om, om het te halen. Daar had ik mannen. Hè? Ik had allemaal grote. Hè? Ik had drie Amerikanen in de ploeg. Hè? Ik, had, ik had de, de beste Belgen rond mij. Dat was ook een logische uitslag. Waarom hè? ben je eigenlijk naar standaard gegaan? Want er waren ongetwijfeld nog andere ploegen waar je kon tekenen. Meneer Tilkay heeft mij een rijk man gemaakt. Dan werd je wel eigenlijk prof. Ja. Officieel niet, maar. Ik kan u vertellen, het is allemaal gemakkelijk gezicht gegaan als dan en Je zit een grote speler, je wordt fantastisch betaald, dat is allemaal waar. Maar ik, ik reed met mijn auto vijf keer op en neer. Nou, luik, hè? Van Antwerpen naar Luik altijd. Ik heb dat gedaan, hè? Nou, dat zicht niemand. En nooit overwogen om in Luik te gaan wonen? Ik had daar een, ik had alles, hè? Ik had een villa daar, ik had alles. Die gaf mij, ik, ik, ik weet goed dat meneer Tulkaan zegt dat Wilfried van Moer ging hetzelfde jaar naar Standaard. Huh? Met mij. En ze zegt dat ik meer verdiende dan Van Moer. Dat zegt al veel. En nu waren wij basketbal nog maar aan het spreken van krijg je een souvenir. <laughs> huh? Maar ik heb het geluk dat twee grote mensen de beste Bekwame mensen die toen bestonden, zeker als sponsor. Meneer Wandel, met alle respect. En meneer Turquin, die vochten, en zo is het in het leven. Dat ga je ook. Als ze morgen beginnen te vechten voor u, alle posten. En ik was die man, ik was de, zo gezegd, zoveel, Alloren, die moesten ze hebben. En uh, ja, dat is mijn geluk geweest. Ik heb altijd geluk gehad. Heb je andere ploegen overwogen, buiten standaard? Nee, het was ofwel. Fréger. Of het was Standaard. En Standaard, ik weet goed. Meneer Petit kwam bij mij thuis. Dat was de grote man van het Standaard Voetbalclub. En Tulcaïo. Die had 50% van de suiker van Tine. Dus dat waren heel bekwame mensen. En die spraken alleen maar Frans. Dus ik, ik, ik sprak toen wie oui en non. Maar ik kon wel heel goed me. Ik, ik heb altijd gezegd: het geluk moeten hebben. Dat op de juiste moment de juiste personen aanwezig zijn. Mm -hmm. En die waarden. En dan moet ik alleen maar zeggen. En dat kan iemand niet verdragen die veel geld heeft. zegt daar niet nee tegen. Maar je moet het wel kunnen. Hè? Zeker. Ja, want ze komen me niet kopen en ik het niet kan. Hè? Want ik vlieg buiten bij de beste ploeg van België. Maar je moet wel ook tegen die beste ploeg van België spelen. Ja. Hoe was die eerste match? Nou, de eerste match was ongelukkig. Ik had. Een beetje in je gebroken. Je ziet het nog altijd. In je linkerhand. Hier. Ja. En ik, ik lag in een Egyptische band. En uh, we gingen naar Mechelen spelen. En uh, ik kwam binnen en er was toen vier, vijfduizend man. En die waren awou ontropen. Ik vergeet nooit. Ze hebben die match moeten niet kunnen beginnen. Hoe was het sport soms zijn? En ik zat op de bank, ik kon niet meespelen. En na, na negen minuten staan we 16. Nul achten. Ik zeg tegen mijn coach, Guy van den Broek, dat voor mij de beste coach was, de beste psycholoog die er ooit bestaan heeft. Heb je ook bij mij gelegen, had, hè? Ja, ik heb hem overal gehad. Uh, die heeft mij geleerd wat ik moet doen. En uh, ik zeg: de, hey, ik kon dat kapot snijden. Ik zeg: zit me erop. Maar oh, Willy, dat mag niet. Een dokter heeft gezegd dat je twee, twee weken buiten strijdt. Ik zeg: ik kan dat kapot snijden, zit mij erop. En ze zetten mij op. We hebben die match verloren. Ik vond de beste ploeg Mechelen, zonder enige twijfel. Maar ik maakte 36 punten op 30 minuten. Met een gebroken hand. Ja. Moet me niet geloven dat je niet wilt. Ik, je, gel ik, ge je ik, gel ik geloof je wel, hoor. Je kunt daarna hè? Absoluut. Het is niet dat ik je niet geloof. Het is een fantastisch verhaal. Maar dat wil ik ik zeggen. Hè. Ik vind dat allemaal zo flauwekul. Ik weet als jij met mij over basket spreekt, over de NBA, dan sta ik in bewondering. Hè. En ik weet wat die mensen allemaal kunnen. Hè. En ik weet dat ik niet kan wat zij kunnen. Dat moeten mij allemaal niet vertellen. Maar in mijn tijd had ik dat allemaal niet nodig. Hè. Ook niet tegen Joegoslavië of tegen Rusland. Nee. Ik kon allemaal voorbij gaan. Mij moest zich in een piek komen zitten? want die piek die stond in mijn weg. Hm. <laughs> het is, ik wil net, daarom dat ik het ook zo leuk vind om jou weer te hebben, en dat ik al, al zo lang zeg: van, ik wil Willy Steven hier ook ooit hebben. Ja, het is een periode waar ik zelf nooit iets van gezien heb, want ik was nog niet geboren. Nee. Um, en er zijn weinige mensen die. Er ja, mij, mij inderdaad. Zeker van de, van de vroegere periode die dat nog wel effectief goed meegemaakt gaan hebben. En. Ik wil dat de, dat de mensen die luisteren naar deze podcast, die van basketbal houden, die daar een hart voor hebben, die verhalen ook te weten komen. Positieve en negatieve ja, verhalen. Ja, zeker. Het is het jouw is. hele historie die ik heel interessant vind. En de persoonlijkheid die erbij komt, dat is alleen maar een surplus natuurlijk. Ja, ja. Dat, dat maakt het nog interessanter. Want het is net het mooie aan hoe het basketbal geëvolueerd is. En als je kijkt, je hebt zo lang gespeeld. Je hebt ja, nog in tweede klas gespeeld of in derde klas gespeeld. in de jaren 90? Ja, kijk, in de jaren 80. Um, dat is de periode dat mijn vader ook in tweede en derde klasse speelt. Dus dat, is al, dat zegt genoeg eigenlijk. En je bent begonnen bij Zassiko toen mijn vader één jaar was. Om maar vergelij ja, een vergelijking te maken. Hoe lang die carrière is geweest. En daarom dat ik het interessant vind om ook die, die positieve en die negatieve verhalen eruit te halen. En dat maakt jouw verhaal ook zo interessant. Hè? Want als het enkel een goed nieuws show zou zijn geweest, ja. dan ook, zou het ook veel minder. En ook niet een beste voor de beste basketbal of de beste scorer. Dat is allemaal flauwekul. Het is ook in, in het algemeen uw persoonlijkheid. Want mijn persoonlijkheid, is het negatief of positief, heeft mij wel gebracht dat ik jullie de keizer zijn genoemd. Verstaan je? Hey, het, het geeft negatieve punten, maar er zijn ook positieve punten. Hey, als je mij. Als je mij niet neemt zoals ik zijn, had ik mm. nooit niet doorgebroken. Ik heb het geluk dat de mensen veel geduld met mij hebben. Ja, want je, hebt dan bij, je bent doorgebroken bij Zazico. dan je grootste successen gehad in Mechelen en in Luik. En in Antwerpen ben je nee. in die periode toen je speelde. Ja, maar ik zei 39 ver... jaar bij Antwerpen. Maar er waren verdeelde meningen over jou in Antwerpen, ja. hè? Je, je topperiode. Je, er was, niet iedereen was even grote fan nee. van Steven Steveniers. Nee, ik denk dat er meer tegen waren dan voor. Dit nou. had je pijn? Ja, het is, nee, het was, als, nee, als senior, als echte Antwerpenaar. Ja, maar ik, ik zeg het u nog: als je een grote mond hebt en je zet mensen op, op een plaats, wat eerlijk is, ja, dan ben je het allemaal tegen, hè, vriend? Je allemaal tegen. Hè? Heb je daar soms spijt van dat je zo'n grote mond had? Nee. Oh nee. Nooit gedacht van ik had misschien daar een beetje meer op moeten letten. Ik heb mijn vereniging spijt dat ik uh, niet bekwaam genoeg was en verstandig genoeg. dat ik toen een kans kreeg voor de NBA. Daar had ik de eerste Belg aller tijden geweest. Maar ja, daar heb ik wel spijt van. Omdat, wow. omdat dat de eerlijke waarheid was. Maar pijt. individueel, als je kijkt hoe je, hoe je bent geëindigd bij Mechelen. ook bij standaard ben je niet echt in goede verstandhouding nee. uh, weggegaan nee. eigenlijk. Nee. Heb je daar spijt van dat dat zo is afgelopen dat je niet. Met een goed gevoel afscheid hebt kunnen nemen van die clubs. We, weet je wat ik altijd zeg? Ik heb zo twee zonen, hè? twee fantastische jongens. Hè? En ik heb altijd gezegd: je moet de intelligentie van je mama hebben en het karakter en doorzettingsvermogen van je papa. En je hebt nadelen. Hè? Wat, wat heb ik? ik? Ik kwam van mijn leven gehuldigd in, in Mechelen als we kampioen van België waren en de burgemeester toen die zei tegen mij. Hoe is het Willy? Ik zeg goed. Weet je wat ik spijt van heb? Ik zeg: ik kan alles. Ik had even gewoon een advocaat, een student kunnen zijn. En weet je wat hem zegt hij tegen mij Hij zegt: hij Zo. Ik kon nooit uw eigen zijn en nu wel. Ik heb altijd mijn eigen geweest. Met de nadelen ook. Daar had je basketbal voor nodig om te kunnen zijn. Ja, maar talent. om het te mogen zijn. Maar talent, hoe kan ik u dan uitleggen wat talent is? Ik zit hier te babbelen. Talent, talent valt toch nooit uit te ik leggen? Ik zit hier te babbelen mee en ik weet wat die jongen aan het doen is, zonder dat je moet heen zien. Als, als ik ga, dan weet ik dat geen aan de verkeerde voet staan. En, Als Ik kom binnen in mijn zaak en ik weet alles. En ze denken allemaal dat ik niks ze, Wat is dat? Dat is een gift van moeder natuur, daar heb ik niks mee te maken. Maar dat moet je ook kunnen uitspelen. En van het moment dat je in een corset komt en, je, en de coach komt u zeggen, ja, dat is uw plaats en dat moet je doen, dan is het al niet meer hetzelfde. Hè? Mm. En in mijn tijd mocht er nog een woordje zeggen. Nu mogen er niks zeggen. Uh, toen je bij Sandaar zat, ben je ook Europees speler van het Jaar geworden. Hoe ben je dat te weten gekomen? Hoe is dat gegaan? Want dat was niet met een... Ja, ik had al twintig jaar achter mijn kamer moeten zijn. Hè. <laughs> maar met mijn stoute mond en mijn uitdrukkingen en soms ongeplaatst. Uh, ja, dus kozen ze kozen me niet. Hè. Maar hoe, hoe ben je dat te weten gekomen? Hoe is die verkiezing gegaan? Elke dag, dag stond dat vol. Hè. Was ik nou verkeerd of niet verkeerd? Of wat ik gedaan had ook in het burgerleven. Maar ik was een aantrekkingskracht voor, voor bijvoorbeeld u ook. Hè. Hè, dat is, ik, ik zit hier niet van ja en nee. Absoluut. En ja en nee. Hè. En voilà, Bob Guns heeft zijn dagblad groter gemaakt als basketter. Maar hij heeft mij ook groter gemaakt. er En nu zijn er allemaal. Goede spelers die moeten luisteren, in de rang lopen. Maar er is, je kunt dat niet meer zijn wat ik heb geweest. Ze pakken alles af. Mm. Dat weet mm. jij toch ook? De tijden zijn veranderd ah. op dat vlak, absoluut. Voilà. Uh, maar hoe, hoe, heb je dat, hoe ben je dat te weten gekomen? Dat jij Europees Speler van het jaar was? Is dat gewoon een brief die je dan kreeg? Dat Dat is alles? Ja. Zo wist je dat? Ja. T, Met, voor, heb je daar iets voor gekregen? Nee, een ja, stambeeldje. Ja, dat ik. Dat je, niemand die, die wilt... Heb je dat nog? Ja, ja. Dat wel? Uh. Maar hoe heb je dat dan gekregen? Dat is gewoon opgestuurd geweest, of? Nee, dat is een uitreiking dan, hè? Toch. Dat moest er komen hè? en al die flauwe kul, hè? Maar, en, 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 maar die moesten mij niet. Hè? Er waren ook journalisten die mij niet moesten. Hè? Hey, bijvoorbeeld, ik ken een journalist van Tandelsblad, dat was een formidabele man en al wat gewild en die kon zijn job. Maar hoe kun je naar nou mij in de negatieve zin over mij iets schrijven dat je 40 punten maakt, maar je zegt wel je 5 maal balverlies? Ja, vijf maal bal, dat zal wel zijn. Ik heb hem pas achter mijn rug en een ander op, op zijn gezicht gekregen, Die hebben ze nog nooit niet gezien. Ik heb hem door mijn benen, ze ook niet gezien. Dus, uh, ja, ja, er zijn fouten. Ja, dat gebeurt. Maar instinctmatig ik heb ik gelijk. Want als ik mee, met de prof speel, die hadden die bal wel aangeraakt. Hm. Uh, in die tijd zat je natuurlijk ook bij de nationale ploeg. Ja, maar dat was niks. Nee? Waarom was je geen fan van de nationale ploeg? Of waarom deed je dat niet graag? Wel, toen mijn eerste huwelijk was, had ik een beetje last om kindjes te kunnen krijgen. En dat is toch het hoofddoel. Mensen van mijn een tijd, die moesten. Het, een, een, een gezin kon niet bestaan zonder kinderen. Geen wat ik al af zijn gekomen. En uh, mijn vrouw bevalt vier kilo, vier kilo en half van een zoon. En hij sterft na een week. En mijn vrouw vraagt voor de eerste keer aan die egoïst Willy Steveneers, de keizer, ik heb u nodig. En ik was zo'n grote mens dat de grote liefdebasket op een plaats stond dat ik dacht, niemand kan daaraan komen. En nu vond ik als mens dat zij vroeg om bij haar te blijven, dat ik vond dat dat een grotere daad was dan ik 40 punten maak. En ik heb dat gedaan, ik werd geschorst voor drie jaar. Voor drie jaar ik weigerde ik weigerde mee te gaan voor een Europees kampioenschap en kampioen. ik was de topschutter dus ja ik kreeg drie jaar en dan heb ik gezegd nooit in mijn leven zal ik me nog laten doen heb je ooit nog voor de nationale ploeg gespeeld daarna ja, wel, dan jawel ja nou de ramp zijn ze gekomen de hypocrieten, hè. en dan zijn ze gekomen hè, en ze, ze, ze konden geen wedstrijd niet meer winnen en ze speelden op Frankrijk in, in Parijs geloof ik en zei, meneer Wandel, de grote gentleman, waar ik enorm respect voor heb. En die kwam vragen aan mij, dat ik terug wou komen. En dan zijn er dingen gebeurd. En gesprekken gebeurd. En ik vond, het was 19 jaar dat de Belgen niet gewonnen hadden tegen Frankrijk. En ik vond dat een uitdaging. Ik zijn teruggekomen, we hebben de Fransen geklopt en ik was topscorer weer. En dan heb ik weer de brave Marten gegeven, want ik heb twee zonen gehad. Die dood waren. Dus ik had problemen. En, dat is te snappen, inderdaad. Ja, en uh, ik, uh, ik, ik, ik heb het nooit vergeven. Patriot ben ik niet geweest. Door ik die heb, incidenten van ja, toen? Ja. Ik heb het geluk gehad dat Racing Mechelen mij groot heeft gemaakt. Ik had die niet nodig, want de nationale ploeg bestond niet. Ik had te veel talent voor de nationale ploeg. Op jonge leeftijd bekeek je dat waarschijnlijk anders. Die eerste selectie dus zou eerst, een eer zijn geweest. Als, als ik 17 jaar was en ik kwam, in, in die... Ja, dan dacht ik zo: de wereld is voor mij. Hè? Hè? Dat is iets anders. Maar op een zeker moment. hoe oud was je toen? Over welke leeftijd spreken we nu? Als ik, als ik, als ik in de nationale ploeg kwam. Ja, die, die, uh, wat gebeurd is met je met zoon, waar die band met de nationale ploeg oh, eigenlijk. Oh, dat was, vertroebeld is. Ik was gehaald. 18, 19, of nee, het licht. Ik was 20, 21 jaar. Toch al snel? Ja. Ik heb in het geel, ik geloof, zes of zeven jaar geschorst geweest, en ik heb 150 matchen gemist. Dat is een verhaal, ik heb nooit maar ik had top, ik had alles gewonnen. Hè, wel. Ja. Ik, en ik had ten, ten eerste niet, had ik, was ik niet de beste speler van het land, maar ik was ook uh, beste fysiek. Dat wil ik zeggen, ik heb het geluk gehad van weinige kwetsuren. Dat jij weet wat dat is. Als je een kwetsuur tegenkomt en het wordt chronisch, is het gedaan, dan mogen ze sterk zijn dat je wilt. En ik heb altijd het geluk gehad dat ik dat niet heb mee moeten maken. Ja. Dat zegt wel veel natuurlijk over, de, over, de, over de, waarom de Goestinger de er niet zo was om met de nationale ploeg mee het te had spelen. Het had niks meer geld te maken. Als er zo'n ding Het gebeurt had niks meer geld te ja, maken, maar ze wouden hem betalen. Hè? Ja, ja, dat, die, die tijden, die werk van spreek, dan was het al aan het worden. Hè? Mm -hmm. Maar nee, het had niks... Het, het was alleen te maken, hoe kun je zoiets vergeven? Dat was voor mij... Allee, ik kan dat nu zeggen. Ik ben nu tweede huwelijk en dat is de droom van mijn leven, Anita. En... Uh, ja, dat is de vrouw die mij Willy heeft gemaakt, dan een ander Nikon. Maar destijds als mens, hoe kun je zoiets gestraft worden omdat je twee kindjes verliert? Er zijn er andere prioriteiten dan basketbal. Hoe groot die liefde ook is voor die sport. Nee, nee dat heeft menselijk te maken, dat ja. heeft niks met sport. Absoluut. Um, even terug naar het sportieve: na standaard. Ja? Het eindigt daar door onder andere oneenigheden met het bestuur. Ja. Onder andere als ik. Ik denk dat dat de juiste samenvatting is. Met die de, supporters was het ook niet altijd gemakkelijk toen. Wel, ik denk aan meneer Van den Broek, de coach van mijn leven. Ik kwam zeggen tegen mij, het is tijd dat we weg zijn. En wij zijn samen naar Earl Goldfingers gegaan. Want dat was een rijke man die toen... Wel, welk niveau was dat? Was ook nog altijd de eerste klasse? Eerste klasse. Goldfingers, ja, Ik kende die ploeg dus ja. nog nooit. Ik heb het opgezocht, ik zag het hier staan. Ploeg in Wilrijk. Ik had er nog nooit van gehoord. Wij me niet verwezenlijk... Ik heb mij alles verwezenlijk aanvallen, hè. Maar nu heb ik het verwezenlijk dat nog nooit gebeurd is. Dat is wij kopen de beste Belgen, wij kopen de beste Amerikanen, wij winnen tegen die zender welke ploeg met 25, 30 punten verschil. En de competitie begint en we, en we vliegen eruit uit de oogsten. En waarom? <laughs> ja. Steven Eerst heeft zijn slechtste seizoen van de wereld gehad en de ploeg bestond niet meer. Met al de goede spelers. Zonder reden. Wij zijn het... uit de oogste klasse gegaan. Maar waarom? Hè? Omdat we geen was konden winnen. Ah, Oké, okay, maar de, de, en waarom konden jullie dan geen, geen enkele match winnen? Ik ja. dacht dat jullie eruit waren gegooid, echt. Ja, waarom? Er zal veel aan mij gelogen hebben ook, maar die, al die andere spelers zijn toch ook basketters, hè? Maar wat, was aan, wat lag er dan aan jou, waardoor dat er niet gewonnen kon worden dat jaar? Het is zegt oh, je slechtste jaar uit je carrière. Uh, ja. ik heb, je, heb ik jou nog nooit horen zeggen over, over je slechtste jaar, als het puur over het sportieve gaat? Dat is op, iets wat je niet snel... Op 36 was mijn ja. slechtste jaar in... in en ja, ik, hoe komt dat dan? Ik, de mensen, de supporters, toen waren er ook 2000 aanwezig, die hadden medelijden met mij voor zo'n grote speler zijn geweest te zijn, dat ik op mijn voeten dribbelde En waarom was je dan ja, ik niet heb, meer de speler die, die je daarvoor heb, wel was? Ja, ik heb door omstandigheden met mijn met, met, met jongen die geboren was van mijn eerste huwelijk, uh -huh. die aan, aan drugs was gekomen en, en spijtig genoeg heb ik er veel van afgezien ik was er niet op de goede momenten, dat weet ik maar uh, dat heeft zo op mij gewogen dat ik uh, het zwakste deed wat, wat ik normaal nooit doe en ik heb beginnen te drinken om dat te vergeten en ik heb de grootste fout gedaan van mijn leven en die, het, het, voor de eerste keer mijn lichaam was echt genomen van een alcohol en ik kon niet meer serieus trainen, niet meer. laat ons zeggen dat het was gedaan, als sportmensen. Ah, ik heb het naar datum teruggemaakt. Hè? Maar ik wil zeggen, dat jaar was voor mij een, een deels slecht jaar. Ja. Door, door drank? Dat zo grote, door ja, wat er gebeurd was? Naar de, naar de fles gegrepen? En dat heeft jouw toen helemaal... Ja, maar, 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 maar helemaal. Zo, zo heet, hè? ik heb van niks bang. Hè? Of ze moesten eens met een revolver tegen mijn hoofd. Dan zal ik wel eens met een mond aan. Maar daar kun je niks tegen doen. Hè? Mijn kind Tuurlijk, was aan de heroïne. En, 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 en ik zei die zo graag. En, en, en ik wou die helpen. En je kunt die niet helpen. En ik was een winnaar. En je kan niet winnen. Maar hoe, kan, hoe kan je daar ook mee omgaan als, 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 ja, als, als vader? Of als ja, ouder? Want ja, je bent niet alleen natuurlijk. Ja, ik moet eerlijk zeggen. Dat was een periode dat ik uh, voor de eerste keer in mijn grote liefde basketbal niet aan dacht. Ik dacht alleen. Hoe zou ik die jongen kunnen redden? Al was dat een biologische zoon alleen was. Want wij waren al uiteen, toen het twee maanden was. Maar ik vond dat mijn plicht was om dan toch. Ik heb die jongen altijd bijgestaan, niet op alle goede momenten. Want de goede momenten dat waren alleen wanneer dat ik gaf ik Sint-Niklaas voor hem. Een zekere periode van mijn leven. Maar ik vond dat. Weet je wat je niet kunt? Ik heb nu een fantastische uh, gezin, dankzij mijn vrouw. En dat is een waarde van ons, dat is mijn sterkte van ons. En ik had dat toen niet. Dat was een biologische zoon. Maar ik had wel het gevoel als mens dat ik niet aanwezig was geweest. Maar het was niet mijn fout. En die keuze heb ik nooit niet kunnen verwerken als normale mens. En ik heb daar beginnen op te drinken. En dat heeft zeer slechte gevolgen gehad. Ik, ik weet dat dat is een heel moeilijk onderwerp is. Dus ik vind het heel mooi dat je daar zo open en eerlijk over durft en kan zijn. Dat is... Mm -hmm. uh, het is niet evident. Dat is het minste dat ik kan zeggen eigenlijk. Uh, nu nog. Weinig nu nog, woorden voor, tuurlijk. Nu nog, als ik erover spreek, moet dat passen. Dat blijft je achtervolgens zoiets. Ja, okay. dat, is, uh, dat is maar, maar altijd logisch. Um, maar het heeft wel, dat jaar heeft wel ook positieve gevolgen dan voor jou gehad. Als ik het zo mag zeggen, want daarna, na dat ene rotjaar, waarin de drank zoveel uh, invloed heeft gehad op jouw lichaam, op jouw leven, door wat er allemaal gebeurde met je zoon ook. Daarna ben je wel voor het basketbal echt beginnen leven. Eigenlijk voor het eerst. Ja. Maar dat was dankzij mijn vrouw. Je huidige vrouw? Die had, meer, die had meer in mij gezien dan ik zelf. Eigenlijk is zij de beste coach die je ooit gehad hebt? Alles. Dat is mijn beste vriend Nielko. Dat wil ook niet zeggen dat wij overeenkomen. Wij zijn dag, dag en nacht dag verschil. Maar zij is de enige vrouw die Willy en de keizer in haar handen had. En die heeft de enige beter gemaakt dan slechter gemaakt. En zij heeft de moed gegeven om de kunst terug te nemen van de grote liefde. En zij heeft gezegd: hoe kan dat dat jij je laat gaan? Hoe heeft ze dat gedaan? Hoe heeft ze dat in jou naar boven gekregen? Nooit negatief geweest, altijd positief. En altijd gezegd: niemand kan je temmen, maar jij moet alleen beseffen dat je verkeerd bent. En ze heeft dat in het begin een beetje meer moeten zeggen. Maar ik kan eerlijk zijn. Ik denk, ik denk persoonlijk, ik dacht dat het niet bestond. Hè? Maar nu weet ik dat. Ik heb veel meisjes gekend en veel toffe meisjes. En ik heb veel genoten. Maar het enige meisje en vrouw die op mij enorm waarde heeft geschonken, dat is mijn vrouw. Toch nog. Met mijn grote man nog. Met hoe lang zijn jullie nu samen? 47 jaar. Dat zegt genoeg. Ja, maar toch, maar toch. Ik weet niet. Zij heeft de waarde van een gezin op mij geleerd. Omdat ik van 15 jaar thuis weg was, ik was altijd op straat en ik was ja. altijd de willy, de macho. Nee, dat was niet waar. <coughs> dat was feitelijk dat was de frustraties en de complexen die in mij zaten. En zij heeft mij gewoon nooit negatief bereikt. Ze heeft nooit niet gezegd dat ik slecht was. Ze heeft nooit niet gezegd dat ik verkeerd was. Ze heeft alleen gezegd dat op de negatieve punten: Dat is vind je nu dat je gelijk hebt? Jou op de juiste manier aangepakt. Ja. ja. En ik vind dat heel belangrijk. Dat kan ik heel goed geloven. Dat is een coach van een ploeg ook. Ja, ja vooral. Ja, dan dat ik het zei. Het is misschien wel de beste coach die je dan gehad hebt. Ja, Als dat. zij dat in jou naar boven heeft gekregen. En ook jou mee uit die moeilijke periode heeft kunnen helpen. Dat doe je niet zomaar. Maar ik zie dat ook. hè? Zij heeft mij geleerd van een familie. Ik ken daar niet een familie. En ik zie dat ook. Wat zij gebracht heeft. Vanaf mijn 37 jaar tot nu. Zij heeft mij geleerd dat het zo voornaam is dat broer en zuster en vrouw en man en zonen zo belangrijk in hun leven is. Er bestaat niks belangrijker. Dat is de kracht. Ja. Zij heeft mij dat geleerd. Ik was vroeger zo niet. Ja, heel mooi. Want dat is, ik kan het alleen maar mee eens zijn dat dat het allerbelangrijkste, allerbelangrijkste is ik denk dat. dat er is. Ik denk dat, ja. de, je hebt familie, maar je hebt natuurlijk de close familie, oh, dat gezin. Dat die is er ook, altijd zijn. Dat is ook het allerbelangrijkste. Altijd. Uh, snap ik helemaal. Um, hoe lang ben je dan ook blijven doorgaan voor je de eerste keer gestopt bent? Want je bent even gestopt met basketballen voor je ja. terug bent begonnen. Je bent er terug voor je ja, leven. Zeggen, ik kwam van de profs. Zeggen, ik heb een jaar bij de profs gespeeld. Een, een derde rangs prof, hoor. En die kwamen hier in België. Die wilden het waar maken. Die pakte Steven Eerst als publiciteitskund. Want ik was toen 36, jaar. En uh, ja, uh, oké. Okay, ik heb daar enorm veel van betaald gekregen. Ja. Ik was de eerste in Europa die dat deed, ja. Maar uiteindelijk... Zijn die niet geslaagd? En dan zijn ik nou, Nee, nee, in feite nee, ik lieg. In feite, van, van Earl Goldfinger ben ik naar Alst gegaan. Ik heb twee jaar in Aalst. Mm -hmm. In de prachtigste stad dat er in België rondloopt. Het zijn allemaal echt mijn mensen. Dat wil zeggen, die vuiven en die supporteren. En dat was echt mijn. Ik heb daar twee jaar ongelofelijke jaren mee. Nog altijd dat ik ze gezien, die mensen. Ja, daar, daar heb ik feitelijk naar de profs gegaan van, 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 van Alst. Ja. Maar dat was, dat was een slechte herinnering, de profs, ja. En ja. daarna was het even genoeg? Ja, het is dankzij Anita, hè? Anita, mijn vrouw, die zegt zo... Hij gaat dan niet stoppen, hè? Ik zeg, ja, ik heb geen goed zin al die flauwekul. Ik heb dat allemaal meegemaakt, het is dus gedaan. En zij, zij heeft dan het contract terug met Mechelen gedaan. Zij heeft het contract gemaakt voor mij, ik denk niet. En dan heb ik terug, ja... Oké, okay, laat ons zeggen dat ik terug de grote liefde heb gevonden en dat ik niet kon verstaan dat ik dat dat balken mijn leven had gemaakt en dat ik dat zo wat weggegooid En ik heb terug dat balken opgenomen. Ik heb gezegd, dat daar ben ik een mens mee geworden. Terug die grote liefde, die eerste liefde. Oh, ik weet goed, dat ik... ik moest nooit geen supporters hebben. Nee, ik moest ook geen, geen, geen psychiaters hebben, want dat mogen ze allemaal doen met andere mensen. Ik ging in het park, ik woon in een park, om de nacht gaan. En ik ging met, met, met mijn kort broekje en mijn basketsloeven en, en mijn balken. Het was de gelukkigste ter wereld. Dat is voor mij het grote doorzettingsvermogenpunt dat ik ooit heb meegemaakt. Dat is die drang naar het slagen en niet opgeven. Hm. Dat heeft die een bal veroorzaakt. Ja, en ik vind het een van de mooiste verhalen eigenlijk nog altijd: waar je, je stopt daarna, na een tijd stop je even met basketten. Maar op je 45ste begin je terug in derde klasse. Denk ik? In derde klasse. Met een deel van je oude ploegmaat. Van, van je vrienden. Hm? Allemaal veertigers. En jullie halen daar bijna de halve finale van de Beker van België. Ja, en als het, als het eerlijk gebeurt, spelen bij de Beker van Europa. Ik heb die beelden daar straks nog eens bekeken. Hij doet zo. En het kunt er. Ja, jullie, jullie spelen de kwartfinale. Jullie in de achtste finale schakelen jullie een eerste klasse uit. Ik ben ervan denken wie het weer was. Uh, uh, ik kan er niet op komen, ga ik ga zo meteen even opzoeken. Maar dan in de kwartfinale speel je tegen een tweede klasse en jullie verliezen met één punt. Ja. De laatste seconde. Ik geloof nog drie, vier seconden en die shot en die is binnen. Maar de bal was buiten gegaan en, en ze kregen hem in hun handen terug. Maar ik kan eerlijk zijn, het is allemaal voorbij. Ik denk dat wij de bal hadden moeten nemen. Maar dan, dan of het had jumpball moeten zijn, want oh, maar, niemand wist dat was toen wat er gezegd werd. Maar, maar dan komen de 47 of 46 jaar oude man. Hè? die de wil heeft om niet op te geven, akkoord, maar het lichaam is oud. Verstaan jullie? Dat is iedere keer in het rood gaan, hè. En stel nu voor dat wij dan toch gelijk hadden gekregen. De kampioen mocht niet de Europese beker, want die moest een andere beker spelen. En wij moesten dan het... Allee, jong. Als derde klasser. Allee, nou, dat was feitelijk een vriend. Maar het was niet alleen jij, hè. Ook, ook jouw, jouw, jouw maten waren ook allemaal veertigers, maar die speelden nog altijd op, op een ongelooflijk hoog niveau. Ja, ja. ja. Ja, wij eigenaardig ook. Wij hadden nog een paar mensen die in, 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 in Oogstra hadden gespeeld ook. Bijvoorbeeld chef Klaas, bijvoorbeeld. He, dat was een heel boezemvriend van mij. Die komt ook uit Dik van de Veemer. En uh, ja, die speelde mee met ons als enige jongeren. Hè? Er waren drie of vier mannen van 45, 46 bij. Hè? Aangevuld met, met, met uh, Albert Pluim, zijn zoon. En, en chef Klaas. Dat was alles. Maar voor de rest waren het allemaal oude mannen. Hoe, heet, hoe heette die ploeg? Waar was dat weer? Blijf? Hoe heette die ploeg weer waar jullie toen speelden? Was dat zijn die Earl Goldfinger? Nee, wacht even. Nee, dat, was ja, dat, dat is nou een goede vrouw dat jij doet. Dat is een heel goede vrouw. <laughs> ik dacht dat, dat Ja. Ik zou het hier ergens moeten opzoeken. Ja, maar. Dat is straf, dat ik dat vergeten heb. <laughs> ja, dat, ik zijn dat vergeten hoor. Ja, ik, ik heb het geweten, maar kijk, ik heb het nu niet. Mag al eens no? mag dat, Jij mag dat zeker, want dat, dat blijf ik, want dat blijf ik eigenlijk nog altijd het, het grootste raadsel vinden. Um, je hebt serieus geleefd. Je hebt je demonen gehad. Je hebt um, sportief zwaar geleefd, naast het veld zwaar geleefd. En toch op je 85ste ben je fitter dan veel 70-jarige mensen. Hoe in godsnaam doe je dat? Hoe blijf je zo, hoe blijf je zo fit? Ja, maar dat is de eerste keer dat ik niet over mij ga spreken, hè? Ja, dat is een gift van mijn moeder hè, en mijn vader. We moeten eerlijk zijn. Hè. Al was dat ik nooit geen thuis heb gehad. Maar dat is een gift van degene. Daar ja. heeft jullie Steven eerst niets mee te maken. Ik weet het niet, misschien een bepaalde levensstijl? Nee. nee veel groenten eten? Het geluk. Veel sporten nee, nog altijd? Nee, nee het geluk. En, 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 en dat is hetgeen wat ik u ook nog verteld heb. Ik leef nu op 85. Ik word de 12 december 85 word gehuldigd hè, bij de burgemeester in Antwerpen. Maar ik leef alleen zo. En dat maakt mij niet ongelukkig. Ik zit nu bij u en ik probeer jullie nog een beetje in het daglicht te stellen. Maar voor mij is iedere dag een dag. Als ik uit mijn bedje kom, kom morgens en ik zeg: dank u. Aan wie ook, dank u. Maar ik weet niet wat er morgen gebeurt. En als je zo leeft, dan kun je nog ergens in de maatschappij een stapje doen. Maar als ik kan spreken over twee jaar, drie jaar en vijf jaar, dan zit ik misschien niet meer hier bij u. Dat is, alles kan je nooit voorstellen. En dat is natuurlijk. de echte waarheid. Maar ook als ik kijk hoe jij beweegt. Ja, je hebt vorig jaar nog met Frans Blijenberg getraind. Ja. Als je dan kijkt hoe jij daar op het veld staat. Er eh, zijn niet veel coaches, of misschien geen enkele coach die op jouw leeftijd dat ook zo... Ja, ja, maar zie. Ja, hoe doe je dat? Dat is een vraag. Sport jij vaak? Of... Dat is een gift van mama. Maar je, 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 het is niet dat jij vaak, dat jij nog, nog veel... Ja, nee jongen, ik, ik, ik wil dat niet op mijzelf nemen. Dat is mijn ouders. Ik, ik heb daar niks mee te maken, want uiteindelijk, als we eerlijk zijn, het leven dat ik heb gesleten, zou er sletaars moeten zijn. En het is niet waar. Het is, voor een 85, mag ik zeggen, 65. Dat is al mooi. Dat is ongelooflijk mooi. Dat is al mooi. Dat is ongelooflijk mooi. Na je spelerscarrière ben je ook heel even gaan coachen. Ja. Um, in, uh, waar was het? In, bij Willebroek? Ja, daar heb ik bij geweest, maar ik ben begonnen feitelijk in Draken. Oké, okay, Drakenhof. Drakenhof, Er zijn ah. begonnen. Omdat er toen... Ge, een, een, ja, er was geen coach. En Willy wilde zo tijdelijk dat doen. Dat is het de grootste missing die ik ooit heb gedaan. Uh, ik, heb, uh, ik kan nog iets zeggen. De grootste missing die ik ooit heb gedaan, vind ik... Als ik over andere mensen yeah. spreek... Dat is mijn eigen zonen getraind. Had je beter niet gedaan, vind Had ik nooit mogen. Waarom niet? Om... Wel... Het wordt altijd afgespeeld thuis. Je neemt, je neemt het mee. En ik ben niet zo streng. Ik zal ze verdedigen. En dat moogt je niet. Moet ze niet verdedigen. De realiteit is daar. Want anders later weegt dat op hun. Allee, zijn jullie geen erkenning dan? Het is door vader. En ja. vader mag niet. Ik heb u toch verteld in een auto bij mijn zoon zei, Nathan was een talent. Sebastian van een Schotter. Je kent die mensen. Ja, absoluut. He? En, maar Nathan was een talent. Want Nathan heeft één nadeel. Dat is, uh, hij is grootgebracht door de beste mama ter wereld. En dat was allemaal in de puntjes. Hè? En ik kom van de straat. Daar, daar, daar ligt het anders. Maar hij zegt op een zeker moment: Hij zegt, Papa, zwijg dan eens even. Mag ik eens iets zeggen? Ja? <laughs> hij zegt, stel voor dat ik vijf, zes uur train, gelijk als u. En dat ik altijd met balken bezig ben. Dat is enige interesse die jij hebt. Ja. Kan ik dan Willy Steveners worden? Ik zeg nooit in hun leven. Dan zit ik niet op de bank, zeg. Ik vond, dat, ik vond dat heerlijk, maar ik zou dat niet zeggen. Ik zou vechten. Ik ben geen opgevers. Nee. Andere, andere ingesteldheid. Nee, ja. Ja. In het leven hè, hebben ze mij geleerd: wat je ook doet, maar je moet één ding doen wat je graag doet. Ja, en een ploegcoach was misschien niet zo'n. Ja, je hebt bij Willembroek, daar zijn beelden ook van. Ja, jij mocht niet op de bank zitten. Nee, maar ik zat dan met een walkie-talkie. Ja, je had geen licentie, je zat echt nee. te coachen met een walkie-talkie. Ja, nee, nee. En eerlijk gezegd, ik, ik, ik zeg veel wat ik kan, maar dat kon ik niet goed. Een ploeg. Waar, nee. Waarom niet? Ik, nee, ik ben een individualist. Als jij zo met mij gaat, hè, ik ben 85, hè, en jij bent 38, hè. dan ja. weet je, ik ben nog niet dement. Hè. Dat klopt helemaal. En, 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 en jij komt met mij op terrein. Hè. Wel, ik zeg dat ik u bijleer. Bestraf ik zeg. Geen seconde over mensen. Niet wat over. die coach zegt. Hè? En niet wat een basket betekent. Maar u, hè? u help ik. Ik heb altijd gezegd. En dat is eigenaardig. Alle mensen spreken over hun eigen. En zeggen hoe goed dat ze geweest hebben, zoals ik. Maar u beter maken, dat is het zodanigste. U beter maken, dat kunnen weinige mensen. Omdat dat in ploeg gebeurt. Ja. Ik ben een individualist. Ja, je hebt er ook met een paar. Je, hebt, je zei het al. Je hebt, hebt Roemors, ja. Heb je al vernoemd? Daar heb je, heb je mee gewerkt? Ik heb, ik heb vijf jaar mee, mee Ik heb ook al zijn contracten gemaakt. Is het waar? Ja, ja. Allee, aangebracht, hè. Aangebracht, hè. Wat ik zei. En, heb... en dat is wel iemand die heel goed is in een ploegcoach. Die daar wel voor gemaakt is. Ja, maar die was anders. Dat is ook zijn nadeel. Hij heeft ooit gezegd tegen mij. Ik zeg, ik heb, ik heb dat altijd gezegd. Ik zeg, de trapwijze is in Antwerpen beginnen. Folkloor De mannen met de dikke nekken. Ik zeg, die maken nu. Ik zeg, en dan gaat je gaat naar de, de buitenwijken. Ik zeg, en dan gaat je daar waar dit gemaakt Gaat je ge naar Spanje, dat is het mooie land. En waar we heel goed in basket spelen. Ik zeg, en dan als we daar de beste zijn, gaan we trapke naar de NBA. Ik zeg, maar nooit naar daar gaan, van hier. En dat zijn de missingen, wat Romoes tegen mij gezegd heeft. Gij bent een killer, dat zegt Peter Lloyd dan ook, dat mogen we vragen. Geloof. Ik ben een, een goede meid, ik sta voor u en dan zeg ik zo, geef ik. En dat is. Hè. Maar uh, het is hier. Voor naar Spanje te gaan, hij wou dat niet. Hij wil niet, hij wil bij zijn gezin zijn. Mm -hmm. En de, iedereen heeft daar recht op. Absoluut. Maar Roel was een speler die in Spanje had kunnen spelen. Zonder enige twijfel. Dat is een... Als je kijkt, je hebt de Ronnie Bayer al genoemd. Je zei, de, de speler die het dichtst bij mij in de buurt is gekomen ooit, is Ronnie Bayer. Dat heb je Ronnie, al altijd gezegd. Hè? Ronnie, Ronnie, wat overal kunnen spelen. Met hè? zijn talent. Ja, wij, wij, ja, hij was het talent, maar het, 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 het talent echt ook van de straat. Ja. Hij was de enige dertienjarige die mocht meespelen met ons op tunnelke. Een dertien? Dertien was hem toen. En dat was een eer, hè? Want de nationale Ploeg stond daar. Hè? Ja, de toen elke toen, we hebben het over bij de voetgangerstunnel in Antwerpen oh. daar. Um, jullie begonnen om zes uur na het werk half te basketten. half zes. Als je er om één over een half zes ja. aankwam. Als die Steveniers aankwam om één minuut na half zes, moest ik een half uur wachten voor mij te doen. Ja. Want er stonden echt te wachten in rijen, de ploegen. De ploeg die verloor, moest 30, eruit. 40 man aanwezig. Ja, en de winnende ploeg die bleef staan. En die bleef staan. Ja, als ik aan bod kwam, dan bleven we staan. <laughs> Uiteraard. Ja. Uh, allemaal, uh, allemaal wel met mij staan, hè? Dan moet je nog niet twijfelen. En zeker daar, dan mogen je doen wat je wilde. Hè? Als je daar eens een bal buiten gooit, dan, dan vlieg je niet op de bank. Daar mag de show inderdaad nog niet meer. alles doen. Hè? Daar, hè? En het volk stond te zien, hè? de folklore was er. Hè? Heb je vaak met Tony van den Bos daar gespeeld? Ja, Vriend Tony... van de show, toch? Ja, maar Tony was toen. Tony was toen nog in de beginperiode, vergeet niet. Die jongen die zal ook toch wel een 15-jaar schullen met mij zijn. Tony is nu 70 dit jaar. Ah, wel, ja, 15 Klopt. jaar. Pas op, in die tijd, als je als 15 of 30 zijn, is, een groot verschil. Hè? Ja, zeker. Maar ja, Ronnie is nog wat. Maar de grootste nog, Ronnie was, is nog wat jonger. Hè? De grootste was Ronnie die mocht meedoen. Dat zegt hem nu nog altijd. Die mocht meedoen, hè? Ja, ja, want dat ging niet. De nationale ploeg was aanwezig hè. Dat is het wat ze deden, hè. Ze hadden heel de competitie gespeeld. je kun je je voorstellen? Suneert, een prachtige coach, ongelooflijk, hij heeft bewij bewijzen, uh, bewezen. we moeten dat niet meer zeggen, maar onder deze tucht en onder deze uitlatingen, ik zou niet kunnen spelen. Ik zou dat niet kunnen. Die neemt alles af. Te strak keurslijf. Ja, maar het is zo, hè. Hij bewijst, hè. Het ja, succes is duidelijk, absoluut. Het uh, succes is duidelijk, daar kunnen we niks aan zeggen. Maar die man, die, die, ik heb die na, na de wedstrijd heb ik daar een gesprek mee gehad, dat is een formidabele man. Helemaal anders. Ja, op eigenlijk. het veld, die zei: Ja, ik was nou ook zo. Op het veld was ik een degotant. Ik was geen aangenaam aan mensen op het veld. Het, zijn vaak, het hangt ook van leeftijd tot leeftijd af, uh, vaak. Hè? Ja. Of dat bij jou altijd zo gebleven? Ja, ik was zo'n beetje. Pff, Spijtig genoeg, ik dan moet zeggen, maar het, het, het was ik of jij altijd. Ik kon niet. Dat is je winnaarsmentaliteit ook, hè? Ik, ik zeg zo. Het, het Geloof zijn. Ik ben geen gelovige man, hè? Ik geloof in niks. Maar de enige persoon waar ik in geloof, is in ikzelf. En waar begint het stadium van alles? In jezelf geloven. Ja. Al dan is te interesseert geen lab. Maar als je dan in u gelooft en je bent capabel genoeg en verstandig genoeg om u te kunnen leiden, dan zeg ik zo: Ja, nu moet ik wel eens luisteren. Dat is iets anders. Klopt. Maar ze mogen alles niet afnemen. Mensen willen altijd van u afnemen. Allee, ik vind dat. Mm. Um, ja, als individueel coach, het verhaal dat de meeste mensen gaan kennen natuurlijk, is het verhaal van Didier en Benga. Ja. Um, hoe dat ook geëindigd is, het is, het is een, een tumultueuze relatie ook geweest tussen jullie, jullie, een turbulente relatie. Maar dat verhaal op zich, dat blijft wel fenomenaal. Hè? Hoe, hoe ben jij hem nu eigenlijk op het spoor gekomen? Hoe heb jij hem leren kennen? Wel, naar het schijnt, daar was ik niet bij. Uh, aan de bushalte in Capelle, want hij zat daar in een uh, asielcentrum, stond hij te wachten op een bus. En uh, daar was Willy van Dam ook een gewezen speler in Antwerpen. Bekende in Antwerpen. En die had Bob Ubriks. En die Bob Ubrix heeft hem mij gebracht. En ik vergeet nooit, ik heb het u al verteld. Hè. Hij kwam uit een auto, een kleine auto en 2 meter 14, atleet tot en met. En ik bezag hem. Ja, Oké, okay, ik heb er even met gesproken, met zijn broers ook. En ik zeg, ja, pakt de bal. Ja, ik had al direct gezien, die, die bal lag meer daarnaast in, in de lof dan, dan feitelijk dat hem iets gemaakt had. Maar ik had één ding gezien. Hij was ongelooflijk atletisch en hij was zo snel. Heel snel. En dat, de fout lag één ding, en dat zal een beetje de brain zijn. Dat is, hij dacht dat hem het kon. Hij was gewoon atleet. Ook, Hier was ook, geen basket. Maar is het ook niks positiefs dat hij dacht dat hij het kon? Is dat misschien een van de redenen geweest dat hij het toch wel verder ja, geschopt Ja, positief heeft? om te beginnen. Ja. Maar niet positief om te eindigen. Want, oké, okay, je zegt wel zo, hij heeft tien jaar of vijf jaar in, in NBA gespeeld. Dat was door Kobe Bryant. Hè? Dat was niet door hem, hè? want uiteindelijk was hij hem gespeeld hebben. Qua, qua minuten moet je zeggen. Hij heeft niet veel minuten gespeeld. Nee. Maar natuurlijk, je moet er wel eerst geraken. Uiteindelijk is hij er wel geraakt. En daar heb jij destijds wel een rol in gespeeld om die, die, stap, te, die stap te zetten. Wij stappen zijn mb bij mij was, was uh, Spanje. Hoe, hoe, hoe is dat gegaan? Want jullie zijn dan beginnen samenwerken. Want je zegt, hij kon de bal lag meer bij de, bij de buren dan ergens anders. Um... Ja, elke dag, hè? Ik heb hem dan uit de asiel gehaald. Die responsabiliteit heb ik op mij genomen en mijn vrouw ook. Hij heeft bij mij vier jaar en een half gewoond. Geslapen in de kamer van mijn zoon. En die vriendschap was al een zoon geworden. En dan op een zeker moment, als hij een beetje basketballer weer, na twee jaar. Ja, dan zijn de managers allemaal gekomen, ook uit Amerika. Hè. En ja, die wouden dat overnemen. Hè. En uiteindelijk heeft hem. Ja, maar dan bedrogen met een manager van Frankrijk die hem zou... Hè? Want ik heb hem, ik heb hem in, in, in Charleroi gezet. Hè? Maar in feite is het allemaal zo, en dat is altijd... Mensen die veranderen soms voor geld. Dat spijt ik van alles. Ik ben nooit veranderd. Ik ben altijd wille gebleven. Altijd. Altijd. Met alle mensen. Hm. Want, je, zeg maar, want je leidt hem op. Je leert hem de basis die hij moet leren. Hij gaat bij eerst eerst speelt hij bij Antwerpse, denk ik. Ja, dat hij eerst speelde. Dan gaat hij naar Charleroi en uiteindelijk maakt hij de overstap. Hey, hij gaat eerst nog naar Fleurus, hè? Ja, inderdaad. Huh? Dat ik is toen ik... wat de, de satellietploeg van Charleroi ja, eigenlijk toen, hè? Ja, ja, ja. ja. Um, jullie hebben ook heb ik nog gezien in het, het de reportage die je gemaakt hebt uh, met, uh, dankzij Leender Derk met, uh, met Frank Raas. Ja. Um, daar um, je hebt ook nog met hem tegen Arvidas Sabonis onder andere gespeeld. Ja, nee, ik zal dat vertellen. Ja. Ik kende de grootste coach, er is geen grotere coach geweest, als Malkovic. En ik kwam in Malaga en ik zeg tegen mijn zoon: nou Kom, weet je te wat ik kan doen? Ik zeg gewoon eens naar, naar, naar Marbella gaan en ik kan hem opzoeken. Ik zeg: en Ik kan Didier voorstellen. En wij zijn daar gegaan en nu is het echt de waarheid wat ik vertel. Ik vergeet nooit, voordat we naar het stadion gingen, was dat zo'n 200 meters. En ik kom uit de wagen en Sabonis staat daar naast Malkovic. En Malkovich zo, hè, want dan weet dat, hè. Die kwam zo, die deed zijn ademen open. En dan zei hij, come on. Hij pakte me vast. En dan heb ik die idee voorgesteld. En ik vraag het altijd om mensen die zeker bekwaam zijn, want die kan niet leren ook. En dan zegt hij, wie? Hij is nog niet, niet rijp voor dat. Hij weet het hier nog niet. Maar atletisch is hij maar. So, dus ik, ik, ik wou stap voor stap de NBA bereiken. Hij heeft geluk gehad, hè. Hij heeft ongelooflijk. Hij is de duurbetaalste reserve geweest dat er was, zeker die man. Hoe heeft hij die stap dan wel? Want jullie hebben dan toen, even dat verhaal nog af te maken. Jullie hebben drie, drie tegen drie gespeeld tegen Saboris ja. onder andere. Ja, jij, niks, jij, jij, hebt, nee, jij hebt meegedaan nee, toen. Wacht, nee, Malkovich zegt tegen mij op een zeker moment Hij zegt: "Doet er nog iets?" Zeg, maar hij zegt alle dagen. Alleen zegt hij. "Ja, het nog durven spelen? Ik zou niet liever hebben alleen een drie tegen drie met een zoon, Sebastian, en dan Didier en ik." Tegen well, drie van mijn Sabonis bij, hè? ik vergeet nooit, die Sabonis, als hij aan mij denkt, dan zal hij zeggen, die man is zat. <laughs> ik, ik heb een zeker moment een bal en ik, en ik, kan, en ik kan onder de goal. En ik, zet me, ik kan heel goed onder de goal spelen, ik ben heel sterk hè, in bewegingen. En ik zet mijn een elleboog in, Allee. dat was onze Brooksband, hè, maar die was 2,20 meter En ik zet, en ik wil gooien, en die, en die blok met een bal, maar hij erop mijn hand. En ik zeg, hey, die bal terug, hij ging fout, kom die Die dacht, kom die, mensen, die is over de 50, maar is hier zo. <laughs> dat is fantastisch. Dat maar Sabonis, hè, dat was wereldberoemd, hè? Oh, de grote Arvida Saboni is letterlijk ah. en figuurlijk, hè? Ah. Ja. Uh... Maar die dacht echt dat ik geen zin was, hè? Maar Malkovic wist dat, hè? Ik geef nooit niet af, hè? Nooit. nooit. Heb je gewonnen, Masje? Nee. Sabonis heeft de het doodslag gegeven aan Svorus Ram. Want ik, had, ik wist op voorhand wat ze gingen doen, hè? Ze gingen afzakken voor mij, hè? En, uh, want op een alle, uh, alle veld moeten we me niet pakken. Hè? We moeten het nu nog. En uh, ik had gezegd tegen mijn zoon: die kon maar één ding, dat was shotter. Formidabel shotter. En uh, dat was nog een heel een bekende, een Rus. Die speelde verdediging en die zakte. En ik zei: ieder een bal dat je krijgt, schotten En die mocht dan een vijf op vijf. En, en Sebastian, Maar die kon heel goed. Ik zal eens iets vertellen van mijn zoon dat ik nooit heb meegemaakt. Ik was toen. Support supporter een beetje, omdat ik Didier in Charleroi had gezet. En meneer Somme, dat was toen de grote man, ja. die had mij uitgenodigd. En dat was een three-point three, three contest. Ik heb nooit geen betere shotter gekend als Sebastian. Is waar? Met Amerikaan in, nou, niet meer. Niet met Curry, hebben we gaan nee, op, ja, op, ja, op, ik, op, Maar van gewoon, hè. Als Sebastian shotte alleen, met een man bij kon geen gewoon maken. Ik heb 36 keren gehoeide die rond. Al de Amerikanen hadden dat wel. was om 12 of 13 jaar. Die had ongelofelijke touch. Dat deed hij, de, of dat deed hij de niet. Hè? Curry kan niemand leren schotten. Dat heeft hij. En, en dat zit ook duidelijk in de geren daar. Hè? Ja, vader, gedaan, broer, vader, broer. Do, iets. Die, die die passen dat hem geeft, dat, dat kan die niet leren. Hè? Die vult dat aan. Hè? Hey, maar het is altijd dat is het, is dat aange het aangeboren talent waarin je Aangeboren talent, Dennis. En je kan dat versterken door eraan te blijven werken. En je kunt bijwerken in iets, ja, maar uiteindelijk, het zicht en de, en de feeling, dat heb je op dat leefde je niet. In alles is dat. Uh, het, even het verhaal van, van Didier nog even, even afmaken. Hoe is hij dan, want je zei, hij moest eigenlijk die stap maken naar Spanje. Ja. Hoe is hij dan toch meteen van Charleroi naar de NBA gegaan? Dat was een, een manager, een zwarte man, die had bij mij geweest van, van Frankrijk. En dat was een manager en die heeft hem dan overgenomen van Charleroi. En die heeft hem naar de NBA gebracht. Ik heb er nooit niks meer van gehoord. Dat was het gedaan, jullie, jullie ik je relatie? Ik denk ja, dat tien of vijftien jaar niet meer van gehoord hebt gezegd. Dat is... Het, het, iedereen wacht op het moment dat jij met hem mee naar daar kon ja. gaan. Want ik ben werd... daar geweest, hè, in Dallas. Hè? Toen hij daar speelde? Ja. En hoe was dat dan? Wel, dat was een beetje een ontgoocheling. Ik kwam daar aan. Ten eerste was het maar twee uur te laat. En ik stond daar te wachten. Ten tweede, hij woonde fantastisch. Ik heb in een klein hotel moeten gaan. Toen. Een, een, een hotel van niks. En uiteindelijk, ik sprak tegen de coach in heel een beroemdheid. Don Nelson toen, yeah. ja. Don Nelson. En dan zei, you're the coach or what, your father? Ik zei, no. I zei, I found him. And uh, I teach a few things in basketball. Zie, I was also a basketball player. Oh, yeah. En hij zei, you know what he is? Zie, I know very well who he is. En, en dan heb ik dat geleerd van die coach. Hè? En die zegt er tegen mij, omdat ik nogal veel verstandig zijn op basketbal. Zegt hij: is not a born rebounder. He's a jumper. En dat is waar. Wat is een born rebounder? Dat was, hoe weet je, een bekende die, Dennis, Dennis Rotman. Rodman. Charles Barkley was ook zo. Die staan. Witte was in basket verkeerd toen? Ik leer dat aan, aan die mannen. Hè? Die zijn ontcheken, die gaan naar omhoog. En die shot. En dan volgen ze die man, Allemaal. En dan gaan ze rebounden. Rotman deed dat niet. Hè? Rotman. Vergelijk dat hij zag dat hij naar die positie ging. Ging hem weg van, zijn, van onder de goal houden. Hè? Die kon die rebound niet pakken. Hè? Zie je wat ik wil zeggen? De, rebound, de rebounders zijn de mannen die de beste plaats hebben. De uitverkorene plaats. Mm. Want... Als je een van 22 hebt, moet je niet zien dat er maar anderen staan. Nee. Dat vind ik, en dat was hem niet. En dat is ook bewezen geweest. Dat had Didier DA niet. Nee. Didier was een, een zwarte jongen die zeer atletisch was. En die heel snel was voor 214. En dan houdt het op voor te zeggen: basketbalkennis was een klein beetje niet zo groot. Ik zal het u zo zeggen. En u weet dat ook, u kent Didier. Uh, het spelletje. Wij hebben dat geleerd van kleins daarvan. Daar was het nadeel. Hm. Maar dan is het... Okay, ook al is zou het dankzij Kobe Bryant zijn, zoals u daar net zei, uh, het is en blijft wel straf dat hij die jaren daar, dat hij er zo lang in gebleven is. Heeft hij van 2004 tot 2011 in de NBA gespeeld uiteindelijk. Zeven jaar. Er zijn er, weinig, er zijn er weinig die hem dat nadoen natuurlijk. He, kan je, je, hey. kan, je kan zeggen wat je wil, dat blijft, dat blijft wel straf. Ook al speelde hij niet veel... Twee ringen gewonnen Goed. aan de zijde van Kobe, onder Phil Jackson. De deurs betaalde zelf wat er was. Hè? En, maar oké, okay. ik vind dat een eer voor hem. Voor mij is het geen eer, want het is spijtig dat die vriendschap zo uit elkaar is gegaan. Ja, want hoe kijk je daar nu zoveel jaren later op terug? Voor mij bestaat dat niet meer. Die, wat er geweest is, of? Nee, dat bestaat niet meer. Dat is een... Een bladzijde uit mijn boek die weggescheurd is. En uh, dat is een familiekwestie geworden. Hij is grootgebracht, vier jaar en een half bij ons. En uh, dat is helemaal niet anders dan contracten maken en basketbalspeler zijn. Het is meer, het is meer dan basketbal ja, alleen. Het is was, echt, was mens, echt familie. Het is als mens dat dat spijtig is gebeurd. Hm. Ja, jammer, heel jammer dat het zo is, uh, ik vind dat, ja, is afgelopen. Ik vind dat spijtig, ja. Snap uh, ik heel goed. En daarmee heb ik gezegd, geld kan mensen veranderen. Hm. Oké, okay, om af te ronden. Um, je kijkt nog altijd veel basketbal. We hebben het er in de wagen daar hier uitgebreid over gehad. Ja. Um, ik, ik, weet, ik, weet van, ik weet van heel veel mensen uh, dat ze NBA-nerds zijn. Maar jij bent zelf ook iemand die, die het nog altijd heel goed volgt en heel veel kijkt. Ja, maar Dennis, ik zal je iets zeggen. Wij zijn er eens over. En voor u is het moeilijker om dat te zeggen. Voor mij niet. Maar het basketbalniveau is in België zeer. Gezakt. Het is gezakt, ja, het is, het is minder dan twintig jaar geleden het was, spijtig hey, genoeg. En dat is de reden. Ik ben uitgenodigd geweest om een titelstrijd ook te zien in Astende. In maar dat is de reden waarom ik die graag niet meer. Ik zal wedstrijden zien omdat ik geen leek wil zijn. Mm -hmm. Maar als ik de NBA zie, ja, dat is een droom. Dat is het mirakel staat op dat veld. Mirakels doen niet. Er zijn gelukkig wel, als we het hebben over Belgisch basketbal, wel jonge talenten om naar uit te kijken. Je had Frenz, maar je hebt bijvoorbeeld Thijs de Ridder ook. die hele, hele leuke dingen laat zien. Er zijn, wel, er zijn wel jonge spelers waar je wel enthousiast over kan worden, natuurlijk. Hè? Wel, ik denk bijvoorbeeld De Ridder en Frenz. als die een kans hadden gekregen. en nog iets harder en sterker en nog een beetje beter worden. dat die wel een kans hadden kunnen maken. En de rieder, ja, dan moet ik zeggen. Ik heb die keer bezig gezien. Hij doet het goed, is, gezien, doet het goed een in Spanje. Heel goede hij doet het heel goed ja. in Spanje. En uiteindelijk is hij maar 20 of 21 jaar. Ja. Ja. En hij heeft nog veel te leren, maar hij kan het. Het gaat niet lang duren voor die naar, uh, voor die naar een Euroleague-ploeg gaat. Dat dat je... is het enige spijtig is dat hij niet in de handen van Steven Eers is gekomen. Dat hij <laughs> maar, dat maar 18 was. Heb je, heb je A.J. Mitchell al eens zien spelen? Die heeft tijd geleden bij Limburg gespeeld. Speelt nu bij Santa Barbara in college. Nee. Dat is ook iemand waar jij fan van gaat zijn. Ja? Linkshandige guard, ja. zoon van Barry Mitchell. Ja. Ja, AJ Mitchell, dat is een, dat is een speler ja, voor jou. zijn vader is ook... Ja, daarom moet je maar eens... Dat is een speler waar je volgens mij verliefd op speelt gaat Speelt hij mijn Limburg, hè? Nee, hij speelt nu in uh, Santa Barbara in college. Oh, ja, ja, ja. ja. En, dat is echt een, uh... en hoe oud is hij? Goh, 21 jaar. 2021, denk ik. Ik ben niet 100% zeker. Zou ik even moeten opzoeken. Uh, maar heel leuke, heel leuke spelers. Er zijn wel een paar. En dan heb je natuurlijk ja, Toumani Kamara nu bij, uh, bij de Trailblazers die daaraan doorbreken is. Er zijn wel wat leuk, leuke jonge talenten. Sibylle Degen bij OKAPI bijvoorbeeld, een harde werker. Ja. Er zijn wel wat leuke Belgische talenten om naar uit te ja, maar kijken. Ik heb niet gezegd... Ja, maar nee. Het woord talent... Hij is moet... 21 trouwens. Het woord AJM talent mogen niet gebruiken. Nee? Oké. Okay. Ja? Nee, een talent, een talent laat het op 17, 18 al zien. Kun je niet tegenhouden. Het enige is dat hem goed moet geleid worden. Ja. Ja? Maar eh, als je 20, 21 zijn, oké. Okay. Moet al weten waar dat de weg ligt. Alleen ik vind dat. Oh, daarom, je bent al geen manneke van 15 jaar. AJ niet, Mitchell hè? bijvoorbeeld, op zijn achttiende, zat hij bij de eerste ploeg van Limburg United. Daarna is hij naar college gegaan, ja. nu is hij 21 jaar. Vind jij dat zelf niet? Een talent is hij ah, 18, Ja, 19? maar je, je hebt natuurlijk ook laadbloeiers. Hè? Ja, Als, in het voetbal te vergelijken, een Dries Mertens bijvoorbeeld. Je ja. wist altijd dat hij talent had. Maar door verschillende omstandigheden is die pas op latere leeftijd echt doorgebroken. Dat heb je dus aan. je hebt er wel zo'n uitzondering zo ja. zo uitzonderingen natuurlijk. Ja, maar talent wel. is moeder natuur. Het is hoe je het ontwikkelt. Daar is nog iets aan. Ja. Okay. Um, basketbal nu, om ja. het mooi zo af te ronden. Ja. Je hebt al vaker gezegd, het is mijn eerste liefde. Maar wat, gaat dat, wat betekent dat voor u? Wat is basketbal als je daarop op moet terugblikken doorheen? Al die jaren waarin het zo'n hoofdrol in uw leven heeft gespeeld. Wat betekent basketbal voor u? Wel nog altijd hetzelfde. Hè? Als ik basket niet had gehad, dan moeten we eerlijk zijn. Had ik hier ook niet gezeten. Had ik ook niet het leven gehad wat ik heb gehad. Had ik ook de grote mond niet mogen openen. Ik vind dat er maar één ding is gebeurd in mijn leven. Ho, wat heb ik toch geluk gehad dat ik basketbal gekozen heb. Want in alles was ik wel een klein beetje een uitblinker. Maar in al die andere sporten, die had ik zo goed kon, was een discipline nodig. En ik heb een basket, in de verleden tijden, die nog zogezegd pleintjesbasketbal waren, dat veel mensen zeggen, He, heb ik mogen doen wat ik wilde. En dat is de doorbraak geweest. Niet alleen de bal had ik, maar ik had ook de kans om te mogen doorbreken. Dat krijg je nu niet meer. Die kans ligt hoger. Ja, vind ik. Het is veel moeilijker nu mm -hmm. dan vroeger. Vroeger was ik een uitzondering op de regel. En nu, als je zo gezegd dat u zich talenten hebt te paar, hè, die er altijd zullen zijn, die hebben het niet zo gemakkelijk. Want de concurrentie is heel groot. Willy, hartelijk bedankt voor je, voor je eerlijkheid, voor je openheid. Om over alles te willen praten, um, van op het veld en naast het veld. Zelfs de wat lastige onderwerpen aan te willen snijden. Ja. Uh, ik apprecieer dat heel hard. Ik ben heel blij dat je eindelijk naar hier bent kunnen komen. Maar, ik wilde niet aan toevoegen. Zeg maar. Ik heb altijd enorm, enorm opgezien tegen u. Want jij bent echt een encyclopedie van een basket. <laughs> en het enige dacht ik altijd, hoe kan dat dat ik de enige ben die had hem nooit persoonlijk heeft gesproken in een interview? Ik altijd gedacht. moesten het juiste moment gewoon vinden, Willy. Ja, gewoon het juiste moment. Ja, je gaat niet meer lang moeten wachten. <laughs> ja. uh, je, je, bent, je bent een rots, dat is, dat is heel duidelijk. Ik heb het hier vaker ook gezegd: je moet het juiste moment vinden. Ik ben heel blij dat er redelijk is. En ik ben heel dat blij je dat ik met u heb gesproken. Echt Dank je wel. Uh, I mean. Ik wens je alvast een heel gelukkige verjaardag. Uh, laat je goed in de bloemetjes zetten op het, uh, het schoonverdiep, want het wordt. Ook effectief, ja. Je wordt gevierd op het stadhuis. Hè? Ja. Meer dan terecht. Ja. Geniet ervan. Dankjewel om naar hier te, gaan, te komen. Ik ben heel blij dat we dit gedaan hebben. En ik bedank u. Dankjewel. Uh, jullie bedankt voor het luisteren en voor het kijken. Um, misschien is er volgende week een aflevering. Hangt er een beetje vanaf, want er zijn andere opnames. Um, dus het is niet heel zeker of dat gaat lukken volgende week. Maar sowieso, het is nog een tijdje, het is over uh, 18 dagen. Dus 2,5 week. Maar dan is er op 26 december, op Boxing Day, is er een kerstspecial met de Georg Four. Die is er sowieso dan. Uh, hopelijk kan ik nog een aflevering daarvoor doen. Uh, maar dat is toch geen garantie. Maar 26 december zitten we hier sowieso met Tijl, met Niels en met Jocke. Voilà, bedankt voor het kijken. Heel graag tot de volgende keer. Salut. Takk fyrir að hlusta.